Ja, een bijzondere goedenavond, beste Fortuna Sittard supporters. Het is 10 maart 2015, tijd voor de 8e editie van de Nieuwskamer in Bocchus. Ja, vandaag zoals gezegd de 8e editie van het programma de Nieuwskamer in Bocchus. Programma in huiselijke sfeer, lekker aan de eetkamertafel. En vandaag de gasten zijn aan de tafel niemand minder dan Sjoerd Linzen en Juri Schrooien. Ja, welkom hier ook namens mijn kant en ook namens het team van Radio Fortuna SC, maar ook natuurlijk dank aan Fortuna Sittard. Ja, hopelijk kan ik ook samen met de heren een leuk programma van maken. En dit natuurlijk ook aan jullie de supporters. Natuurlijk kunnen jullie ook het programma beïnvloeden door vragen te stellen, zoals natuurlijk de reacties bij het aangekondigd programma. De vragen dienen wel op een respectvolle manier te gesteld worden. En de spelers natuurlijk ook dezelfde keuze maken of ze deze willen beantwoorden. De uitzending zoals ook bekend in twee delen, daarover straks meer. We gaan ons alle drie eventjes de stembanden smeren. We gaan het programma natuurlijk starten met Noveure Fortuna. En dan zijn daar natuurlijk met z'n drieën bij jullie terug. Tot zo. En kunt de ploeg het vuil op, dan zingen we dit refrein. Noveure.
komen er van langs. En alle supporters die zitten eerste rangs. Want wordt er geschoten, dan vecht toch eerder op. Kijk uit de volle golen, Fortuna geeft haar kop. Misschien nog dit seizoen, dan gaan weer de straat op, dan maak je weer behei. Dan hebben we weer de kop los en zingen alle mei. Ja, dat was Noveure Fortuna, natuurlijk de uitzendingstart tune, zeg maar, van het radioprogramma De Hoeskamer in Bokkes. Welkom luisteraars nogmaals namens Radio Fortuna SC. Hier het programma De Hoeskamer in Bokkes. Ja, ik heb te gast vandaag Sjoerd Linzen en Jori Schooien. Ja, Sjoerd, welkom vandaag in de uitzending. Ja, goeiedag. Goeiedag. Gezellig om hier te zijn. Ja, gelukkig ja. En ook Jori, ook ja, welkom. Ja, dankjewel. Je was de chauffeur vandaag, had ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja. Ik was chauffeur, ik had Sjoerd opgehaald. Ja. En ja, ze hebben me samen wat zijde gekregen. Oké, en het, de reis was gezellig hierheen? Jawel, was wel gezellig. Ja, oh, ja, dat, het kwam niet overtuigend. Jawel, ja, natuurlijk. Oké, okay, hoe lang heb je gereden van hieruit? Je woonde Weert? Ik woon in Weert, ja. Ja. Ja, ik denk 50 minuutjes zoiets, via het recruteer. Oké, okay, ja. Je bent niet langs de buurman gekomen? Wat we van gewonnen hebben met 1-3? Of heb je die andere weg genomen? Nee, ik heb stiekem die andere weg gepakt. Ja. Oké, okay, de sluiproute. Daar kom ik liever niet langs daar. Nee. Je weet dat we hier 5 minuten vandaan het stadion wonen, hè? Ja, dat klopt, ja. Dat heb ik ook genomen. Maar ja. Nee, daar ga ik liever niet naartoe. Nou, ja, 5 minuten is inderdaad hier bij Roda, bij de buurman in de achtertuin. En dan ook 5 minuten de andere kant op. En we zitten bij Almania Aachen, dus... ja, je wil hier niet graag wonen, denk ik, als Fortuna support, maar ja, we hebben gewoon, ja, het bevalt goed hier, dus het is wel een naad in de gevaarlinie. Ja, Sjoerd, hoe heb jij de rit hierin bevonden? Ja, natuurlijk, was gezellig. Ik heb met Jury contact opgenomen dat we even samen zouden rijden en ja, het is een gezellig ritje gehad. Oké, okay. Hoe zag de dag verder uit vandaag? Wat heb je vandaag gedaan? Vanmorgen getraind en... Moet je dichterbij? Vanmorgen hebben we getraind en... ja, vanmiddag hebben we vrij gehad. Ik denk dat ik rond een uur of 1:30 thuis was. En toen tegen de avond deze kant op gekomen. Oké. Okay. Ja, voor jou dan, Jori, hoe zag het voor jou uit? Ja, voor mij zag het er iets anders uit. Ik had ook getraind al vanmorgen. En vanmiddag moest ik even met Briels naar de fysio. Ja, daar is last van. En, dus we rijden altijd samen, zeg maar. Hij woont ook in Weert. En zijn ook familie van elkaar natuurlijk. Dus ik weet niet, rond 4:30 was ik thuis. Heb ik even wat gegeten en toen ben ik schoen op gaan halen. Zo was het voor jou een beetje jagen dan? Ja, ik jaag niet zo goed hoor. Dus, nee, maar ik vind het leuk om hier te zijn, dus ik doe het graag. En jagen, dit komt niet echt in mijn woordenboek voor. Je bent wel iemand van de tijd. Je bent wel altijd op tijd. Ja,
Nou, de laatste tijd wel, maar vroeger was het anders. Oké, kijk, daar daar willen we nu weer over hebben, denk ik. Nee, liever niet. Oké. Inderdaad, vandaag het programma, eigenlijk de Noeskamer en Bochus. Heb je er alles van gehoord, hoe het een beetje in elkaar zit? Ja, voor mij is het de eerste keer hier. Dus ja, ik laat het gewoon op me afkomen, zeg maar. En ja, ik vind het sowieso wel leuk dat u dat doet voor de club. En het is goed dat er zulke mensen nog bestaan, zeg maar. Dus ja, ik heb er wel zin in. Maar je hebt niet al wat van spelers gehoord? Nee, ik eigenlijk nog niet. Maar je bent eigenlijk pas weer terug op het oude naast staan. Ja, klopt. Ja. Nu een paar maandjes terug. Dus volgens mij Sjoerd wel, die weet er wel vanaf. Dus, je bent wel eens bij mijn voorganger Patrick geweest in Gulpen. Hoe heb je toen bevonden en wat was toen je ervaring eigenlijk? Ja, was wel bij Patrick de bank geweest toen. Ja, was wel leuk. Je had boven op zijn kamertje een eigen studio gemaakt toen. En ben ik langs gegaan. Ook veel vragen gehad. Dat is niet zo heel lang geleden, 2 jaar denk ik. Dus en ik heb net vernomen dat jij het dan hebt overgenomen. Dus dat is wel leuk. Oké. Sjoerd, heb jij daarvan van spelers gehoord? Ik had gehoord dat je bij Bob van Kan een beetje geïnformeerd hebt hoe het vandaag eruit gaat zien. Ja, ik ga bij Bob van Kan even geïnformeerd. En daar zag ik me een beetje wie er allemaal in zijn werk ging. En natuurlijk samen zijn gewoon en dan nou ieder apart even een stukje zwee krijgen. Dat supporters voor ik was te stellen. En Weet je ook verder wat wij als radioteam doen? Nee, dat niet eigenlijk. Helemaal niet, nee. Zal ik een beetje even kort uitleggen. Wij doen eigenlijk gewoon altijd live verslag van de wedstrijd. Dus uit- en thuiswedstrijden. Dan doen wij altijd een voorbeschouwing als team. En dan doen wij de wedstrijd dan ook verslaan. Naar rust wordt dan wat muziek gedraaid. Tweede helft ook weer natuurlijk verslag. En dan natuurlijk ook, zoals bekend, worden dan interviews eigenlijk afgenomen. Achteraf. En die doen wij dan op de site plaatsen. Dat supporters altijd natuurlijk de informatie dan kunnen teruglezen. Ja, ook doen Ger Putters, ook van ben ik bekend, wordt er niet meer zoveel voor gebruik gemaakt. Die doet eigenlijk de samenvatting maken, ook voor eigenlijk van de persconferentie. De wedstrijd mag niet meer geplaatst worden in verband met Fox. Ja, die rechten. Maar voorheen werden die dus ook gebruikt door trainer Bill Boeze, zeg maar. Maar volgens mij door Peter niet meer, hè? Nee, door Peter worden ze eigenlijk niet gebruikt. Moet ik de trainer zeggen? Ja, trainer. Ik zeg de trainer ook. Okay. Door de trainer worden ze niet meer gebruikt. Dus, maar vind je dat jammer? Of? Ja, we hebben de dvd's wel liggen, dus wie kan kijken, die kan ze mee naar huis nemen en eens even bekijken. Maar we hebben voor de rest geen wedstrijdbeelden van tevoren. Dus het is wel mogelijk voor ze dan in te zien als je denkt, die wedstrijd heb ik niet goed gespeeld of heb ik fouten gemaakt, dat je ze terug kunt kijken. Ja, dat kan. Dus dat wordt niet samen met team gedaan? Nee, niet samen. Maar je kan wel altijd Ger Putters informeren en dan kan je ook wat de beelden krijgen, dus dat is geen probleem. Oké. Ja, en dan maak ik ook natuurlijk, Ger heeft dan een keer die dvd-box gemaakt van Mark van Bommel, maar hij is ook nog altijd bezig, maar hij is dan met een nieuwe studie bezig. Eigenlijk ook nog van die Rikse afscheidwedstrijd, daar wil je ook nog iets moois van maken. Ik denk dat de combinatie van met ook wat bij Rangers is geweest, dat hij dat ook wil uitbrengen. En zo doen wij ook, heeft Ger ook iets moois gemaakt, maar daar mag ik volgens mij niks over zeggen. Eigenlijk ook vroeger van Tumke. Dat is eigenlijk heel vroeger, die maakte altijd een brief eigenlijk in het programmablaadje van Fortuna. En daar heeft Ger en Ger eigenlijk, dus die hebben daar iets, die gaan er iets moois van maken. Dus daar komen we ook later eigenlijk op terug. Dat gaat ook een dvd. En zo doen we eigenlijk van alles voor de club en ook voor de supporters eigenlijk. Joeri, jou de vraag. Jij hebt volgens mij wel gewerkt met de beelden voor toen. Ja, zeker. Ik heb er wel vaak mee gewerkt, ja, klopt. Zeg maar, in mijn eerdere periode bij Fortuna hadden we gewoon na elke wedstrijd beelden die we hadden gespeeld. En ook voor de wedstrijd, zeg maar, meestal op donderdag kregen we altijd beelden gewoon van de tegenstander. Ja. Dus ik weet wel, dus elke trainer doet het natuurlijk anders. En het is altijd fijn om informatie te hebben, dat er redelijk is ook voor ons, zeg maar. En ik zeg al, sommige trainers doen het wel, sommige niet. Ja. Nou, misschien voor de makelaar wat jullie hebben beide is het misschien wel leuk voor als een keer in club komt en hij wil wat beelden van je zien. Dat kan je natuurlijk ook opvragen natuurlijk. Ja, zeker, klopt. Ja. Dat is altijd meegenomen. Ja. Ja. De opzet eigenlijk ga ik even kort uitleggen wat we dan vandaag gaan doen. Jullie hebben al bepaald wie dadelijk als eerste tegen Jarno gaat de PlayStation op de FIFA eigenlijk. En dat is Sjoerd. Dus dadelijk ga jij dan de aftrap nemen in een interviewgesprekje. Het is een interviewgesprekje eigenlijk van een minuut of 30, 40. Het zijn een aantal vragen, standaardvragen. Ook vragen die gesteld zijn geworden door supporters of nog gesteld kunnen worden op de site. En daarna is het dan een afwisseling met een muziekje onderbreking. En dan wordt gewoon het stuivertje gewisseld. Dan gaat Joeri PlayStation
En dan ga ik Sjoerd interviewen. En dan doen we op het einde doen we gewoon een eindafsluiting. Ook met de wedstrijd van komende vrijdag tegen Sparta uit in voorbeschouwing. En dan doen we het programma eindigen. Ook het programma wordt ook opgenomen eigenlijk op de laptop. Wordt naderhand in een YouTube filmpje geplaatst. En dan ook naderhand is het terug te luisteren. Dus je kan het zelf terugluisteren. Of supporters die niet hebben kunnen luisteren, die, die kunnen het dan wel nog terug. Niet meer met vragen, maar wel Prima. Ja, dan wil ik Sjoerd vragen inderdaad voor te gaan plaatsnemen bij Jarno. Ik weet niet, heb je al een team die gaat mee beginnen? Ik ben er aan het twijfelen, dus... Oké, we laten het verrassen. We gaan dadelijk kijken wat het gaat worden. Ik laat het dadelijk horen. Succes! Ja, Sjoerd, of Sjoerd zeg ik, sorry, Juri. Ja. Jij bent weer terug op het oude nest. Ja, dat klopt. Ja, ja. Hoe bevalt het? Ja, het bevalt me echt uitstekend. Ik heb zeg maar de laatste paar jaar een moeilijke periode gehad. Weinig wedstrijden gevoetbald. En ik had eigenlijk meer wedstrijden voor de voetbal, zeg maar. En nou weer Fortuna kreeg ik weer de kans om alles te spelen en daar ben ik wel tevreden over. Heb je niet het gevoel dat je eigenlijk toen te vroeg de stap hebt genomen? Te vroeg niet. Achteraf was het altijd anders, maar op dat moment was ik in zo'n goede vorm. Dat heeft iedereen kunnen zien en ik voelde me ook zo sterk om die stap te maken. Achteraf was het jammer dat het niet is gelukt, de Eredivisie. Ik heb 6 wedstrijden gespeeld. Weet je wat ook is? Het is ook lastig ook met trainers wie die kiest. Want ik wist nog, ik had toen al die gesprekken met Ten Hag gehad. Maar die ging toen weg. Die kwam met Fouke Boy. Klikte niet eigenlijk echt perfect. Dus dat weet iedereen. Toen ben ik naar VV gegaan. Eerste halfjaar onder Trost alles gespeeld. Kwam Maurice Steen, die koos voor Fleuren. Ja, dat zei zo. Daar heb ik nog, ik weet niet hoeveel wedstrijden, 12 of zo gespeeld. En ik ben blij dat ik weer terug bij Fortuna ben. Ja, ik heb eigenlijk ook een vraag eigenlijk, die was gesteld eigenlijk al. Wat was de reden eigenlijk van de overgang van VVV naar Fortuna toch in de winterstop? Die is gesteld geworden door Jasper. Of Jasper. Oké, okay, ja, dat is een goede vraag. Waarom de reden? Ja, dat is eigenlijk simpel. Bij VVV zat ik eigenlijk om doodspoor, zeg maar. Ik zat wel altijd bij de selectie, alleen de laatste weken niet. Zat ik zelfs op tribune, dat was ik eigenlijk een beetje moe. Vooral met de kwaliteiten die ik heb, vind ik zelf. Toen kwam Fortuna, toen hebben we best snel gehandeld eigenlijk. Want ik wist nog, toen kwam Fortuna naar VVV toe, die wedstrijd was 0-0 geworden. Klopt. Toen heb ik met Charlie contact gehad en... Hij zei van, we willen je graag terug en hoe sta je er tegenoverin? Ik zei, dat lijkt me wel een goede optie. Ja, toen ben ik teruggekomen en sinds nu het valt me goed en ik speel alles. Ja, ja, mijn collega Ger, die heeft je toen nog na de wedstrijd geïnterviewd. En er liet je al wat blijken dat er een gesprek geweest was of je wist al dat je zou komen. Ja, dat was nog niet zeker, maar het was wel al een gesprek geweest, ja. Ja. En, maar je weet hoe dat gaat, ze willen altijd alles van je weten of wat. Maar je kan niet altijd alles zeggen, maar Maar inderdaad, de voetballer is altijd terughoudend. Mag je nooit zeggen dan als voetballer zijn dat er is interesse van clubs? Of is het dan, breng je dan supporters of de club in discrediet? Ja, ik weet niet. Ligt eraan over welke dingen het gaat natuurlijk. Hè. Kijk, sommige dingen moet je gewoon voor je eigen houden. En ik ben eigenlijk altijd wel eigenlijk open en eerlijk. En, weet je wat, dus je kan niet altijd alles zeggen, snap je? Dus je moet ook sommige dingen voor je eigen bewaren. En je moet natuurlijk slim zijn met wat je zegt. Vroeger heb ik daar wel eens het probleem mee gehad, dat wist ik nog. Maar dat gaat nu goed en prima dus. Ja. Ik heb een aantal vastgestelde vragen eigenlijk, die wil ik met je gaan doornemen. Misschien dat er straks tussentijds wat vragen zijn die nog geantwoord of tenminste gesteld worden. Of ik die daar ergens tussenuit nog ga switchen, zeg maar. Wanneer ben je begonnen met voetbal en op welke leeftijd? 5 jaar was ik toen. Dus even kijken. Het is al aardig wat lang dat ik voetbal. Ik ben toen begonnen bij Meervelde in Nederweert. Ik heb nog een paar jaar bij Wilhelmina gevoetbald in Weert, zeg maar. En ik heb toen best snel de overstap gemaakt naar PSV in de jeugd. Toen Eindhoven nog gehad en toen Fortuna. Daar ben ik eigenlijk doorgebroken. Ja, doorgebroken, dat komt dadelijk op terug. Ja, je leeftijd is nu 24, als ik het goed heb. Ja, klopt, januari 24. 18 januari 24 geworden. Ja, dat klopt. Ja, ik heb even de Wikipedia erop losgelaten. Ja. Maar bij Kevin Kirst klopt het niet helemaal. Dus daarvoor ga ik nog even kijken. Ja, 24, dat is juist. Ja, dat is juist. Dat is juist. Ja, ja. Het contract op dit moment, ben je nog bij VVV? Ja, ik sta nog contract bij VVV nog, ja. En huur tot het eind seizoen, maar de optie is? Ik had nog een optie bij VVV, maar die is niet gelegd.
Want ja, daar waren we best snel over duidelijk, ik speelde niet en de trainer maakte andere keuzes. Toen kwam Fortuna en toen heb ik nog een contract van een jaar erbij. Oké. Okay. Dus volgend jaar speel ik nog bij Fortuna. Dat is definitief? Dat is definitief. Oké. Okay. Dat kan niet dus dat je er terug wordt gehaald door VV. Het is, contract gaat gewoon in bij Fortuna, dat is 1 juli. Ja, het gaat in bij Fortuna, ja, op 1 juli. Dus zover ik weet wel. Ja. Oké. Okay. Hoe en wanneer was je voetbaldebuut? Betaalde voetbal? Ja. Mijn debuut. Ik heb het opstaan, dus ja? Ik heb ook. Ja. Het was het naam bij Fortuna dat je de eerste debuteerde. Ja. Dat weet ik. Volgens mij was dat. Dat is een goede vraag. Dit Cambuur, kan het? Nee. Nee, het was 24. Of, voor de beker uit bij Telstar. Ook niet. Ook niet. Oké, okay, dat weet ik niet meer. 24 september 2010. De verloren wedstrijd met 1-2 tegen uit bij. We, ja, moeten, ja. Er, we moeten er nog heen. Moeten er nog heen? Het zijn er niet veel. Het zijn er niet veel, inderdaad. Ja, ik zou het niet weten op dit moment, sorry. FC Volendam. Oké, okay, oké. Okay. Dat klopt, ja. Ja, ik weet het echt niet meer, serieus. Dat is al lang geleden. Ja, ja, dat is, maar hoe was dat, het debuut eigenlijk? Wat ging er toen in je los? Ja, ik kan me niet echt goed meer herinneren. Maar ja, ik heb nu al toch al aardig wat wedstrijden gespeeld op hoogste niveau. Maar, of ja, zeg maar, dat vooral. Maar het is altijd mooi, zeg maar, om je debuut te maken als jongens en jongen, zeg maar. Heb je toch altijd voor gevochten, je hebt er lang voor gevoetbald. En ja, als dat dan uiteindelijk uitkomt, dan is het mooi meegenomen, ja. Heb jij ook tips voor jongens van jongere leeftijd, jongere leeftijd, die ook graag profvoetballer willen worden? Ja, ik heb wat tips. Sowieso, ja, ik ben zelf ook begonnen op jonge leeftijd. En ja, altijd ja, gewoon passie gehad voor het voetbal. Ja. En dan gaat blijken dat je toch wel beter bent dan de ander. Ja, je moet natuurlijk geluk hebben met de scouting, dat zei je zo. Maar ik denk dat gewoon elke jongen moet gewoon plezier hebben in het voetbal. En gewoon elk weekend fijn met het tasje en met de ouders naar het pleintje gaan of naar het voetbalveld. En gewoon altijd stinkend je best doen. Totdat er een kans komt. En dat is het belangrijkste. Als er een kans komt, dan moet je met beide handen aannemen. En waar heb je het moeilijkste mee gehad eigenlijk voor dat te bereiken? Wat was jouw moeilijkste moment? Of tenminste... Ja, het moeilijkste moment. Ik weet niet. Ik heb nu al voor mijn leeftijd al toch wel veel clubs gehad eigenlijk. En ja, vroeger zeiden ze wel eens tegen mij, oh ja, je bent te klein en fysiek en niet dit en dat. En dan wist ik nog bij PSV in de jeugd waren een paar jongens die speelden nou zeg maar in de Eredivisie, maar die waren toen wat groter en ik was toen wat kleiner. Dus het was een beetje een laadbloeiertje, ja, daar had ik altijd wel een beetje moeite mee vroeger. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Oké. Okay. Dus. Ja, dus de beleving was goed, maar. Hoe ben je eigenlijk toen bij Fortuna gekomen? Want ja, je hebt toen een keuze gemaakt dus van Eindhoven naar Fortuna. Dat was nog in de jeugd dan, hè? Ja, tweede SA. Ja. Wat heeft je toen eigenlijk naar Fortuna, ja, gelokt? Ja, sowieso. Ik was al bij Fortuna in het jeugdplan. Dus dat begon ik eigenlijk. Ja, toen, ik heb daar volgens mij een halfjaartje gezeten, ben ik naar PSV gegaan. Dat is vrij snel weg. Maar ja, Fortuna had sowieso altijd een goede jeugd, hè. En zeg maar mijn lichting van 91, ja, we hadden toen echt een goede A. En het is wel jammer dat er zo weinig spelers zijn doorgebroken eigenlijk, want ik denk dat er nog veel meer spelers echt doorgebroken kunnen worden. Of ja, zeg maar, die dat zouden kunnen. Maar ja, en ik kon zeg maar de mensen al bij Fortuna toen, Fred van Barneveld, die kon ik toen nog goed. Daar heb ik contact mee gehad en die vroeg als ik naar Fortuna kon komen toen. Ja, dat heb ik gedaan, tweede SA, en toen ja, overstap gemaakt naar eerste helft al. Maar geen enkel spijt van gehad, neem ik aan? Ik heb er helemaal geen spijt van gehad, nee. Dus achteraf maar goed, anders had ik... niet zo'n carrière tot nu toe gehad. Ja, carrière, die heb je al een beetje eigenlijk uitgelegd, ja, via de amateurs, PSV, Eindhoven, Fortuna, Go Eagles, toen VVV en Fortuna. Ja. Wat is je mooiste periode geweest? De mooiste periode, ja, dat zijn er een paar. Ik heb bij elke club natuurlijk een mooie periode, maar ja, toen bij Fortuna hebben we toen play-offs gehaald. Dat was echt een mooie periode toen. Omdat het sowieso al heel lang niet was... gehaald, zeg maar. Volgens mij, ja, ik weet niet, 10 jaar of zo, 12. Ja, dat is sowieso de overstap naar de Eredivisie. Ja, ik heb toch Heerenveen uit voor 25.000 man gevoetbald. Even kijken. En sowieso dat ik in al die grote stadions wel mocht zijn, in Arena en de Kuip en zo, het Philipsstadion als leek. Bij VVV periode gepakt. Play-offs ook gehaald bij de eerste 5. Helaas tegen Dordrecht uitschakeld, die in de Eredivisie zit. Dus ja, ik heb bij elke ploeg wel goede momenten gehad.
Ja, heb je daar ook eventjes goed gedaan eigenlijk, het Eredivisie niveau? Heb je daar veel van kunnen leren met spelers, denk ik? Ja, ik speelde wel bij Code Eagles, moet ik zeggen, echt met goede spelers. Hoor. Die voelden mij nog steeds. Ja, je merkt wel echt dat het niveau echt een stuk hoger is. En sowieso ook op de training en gewoon in de wedstrijden zelf zie je dat. En dit is gewoon een hele ervaring geweest. Hè. Kijk, ik ging zeg maar weg uit het zuiden. Ze zeggen wel dat ze Limburgs moeten paspoort meenemen als ze de grens overgaan naar Brabant. Ja. Maar ja, toen ging ik dus alleen wonen op mijn eigen Deventer. Ja, dat heeft me toch ook als mens wel veranderd, zeg maar. Maar ik ben nou, ik zeg al, we kijken nou in het heden en ik ben blij dat ik weer terug ben. Ja. Ja. Dus dat heeft je wel, een boost gegeven. Ja, wel zeker. Ja, tuurlijk, achteraf is het wel jammer dat ik dat het allemaal niet echt gelukt is. Want ja, kijk, als ik even moet zijn, had ik nou liever, als ik bij Cordiers alles had gespeeld, misschien bij Groningen of Heerenveen gezeten, maar nooit. Maar ja, het zij zo. Dat is goed. Ja, de toekomst voor jezelf. Maar even terug. Wat zijn de verwachtingen dit seizoen nog voor jou? Mensen, je hebt een tijd eerste helft bij VVV gevoetbald. Nu de verwachtingen nog de rest van het seizoen. Ja, dat was wel sowieso een omschakeling, hè? Want ja, VVV staat nu zevende. Die gaan denk ik de play-offs wel halen. Ja, wij dan absoluut niet. Verwachting van mijzelf, ja. Ik wil sowieso nog een paar doelpunten maken. En gewoon hard werken voor het team. Ik ben meestal wel een speler die alles geeft. En ik zeg al, moet als team gewoon de komende wedstrijden er gewoon weer er volop klappen. Want de ommekeer moet snel komen. Voor een overwinning, zeg maar. Snakken wij als team naar, de trainer zei toevallig vandaag nog, dus dat wordt echt tijd. Ja, je zegt zelf al, de play-offs zijn eigenlijk uit zicht. Is dat definitief eigenlijk? Heeft iedereen dat eigenlijk Als je realistisch bent wel, toch? Nou, we staan bijna in de laatste. Volgens mij heeft derde van onder. Volgens mij als je nou alles weet, ik weet niet precies hoeveel wedstrijden nog zijn. Volgens mij nog een wedstrijd of acht, als ik het goed heb, weet ik niet. Ja. Volgens mij als je alles wint, dan haal je het nog niet. Dus volgens mij, ben ook afhankelijk van. Ja, precies. Ja. Dat is realistisch. Ja. Oké, dus eigenlijk moeten we toeleven naar het nieuwe seizoen. Ja, zeker man, dat sowieso. Dat doe ik zelf ook al. Maar ik zeg al, we moeten nou nog deze wedstrijden gewoon goed afsluiten. Het is wel jammer van vorige week dan tegen MVV, die had ik graag gewonnen, die wedstrijd. Ja, wat was er gebeurd eigenlijk, die wedstrijd? Ja, wat was er gebeurd? De eerste 40 minuten moet ik zeggen, was goed. De eerste 40 minuten was prima. Ik vond ons toch wel beter van het spel hebben. Ik moet zelf. Gewoon een half uurtje moet ik 1-0 maken. Keeper pakt die goed. Maar we geven het gewoon zeg maar binnen 5 minuten weg. Ja, dat twee doelpunten. Ja, dan kan je het naar rust natuurlijk nog. Wat ik ook heb aangegeven zeg maar in een interview, kan je het nog wel op orde stellen. Maar ja, de wedstrijd bloed een beetje dood. Dus dat wedstrijd gauw vergeten en op naar Sparta uit vrijdag. Hoe zie je de toekomst zelf nog? Hoe zie je de toekomst nog voor je uit, zeg maar, in het betaalde voetbal? Wat van ambities heb je nu nog? Volgend jaar, ga ik vanuit volgend jaar nog bij Fortuna. Dat die optie is gedaan, maar hoe zie je het verder? Mijn ambities, ik ben sowieso volgend jaar nog bij Fortuna. Dan hoop ik wel dat we voor de play-offs mee kunnen doen, dat sowieso. Want dat is maar één ding eigenlijk, altijd graag dat ik met Fortuna ooit de stap naar de Eredivisie wil maken. Dus ik hoop volgend jaar. En verder, ik hoop dat ik nog een mooi jaar in het buitenland of zo ergens kan voetballen. En dan moet ik denken aan Engeland? Ja, ik moet realistisch zijn. Ik heb de Eredivisie gehad en dat zeg ik ook tegen mijn neefje vaker. Ja, kijk, je weet nooit wat er gebeurt. Maar anders had ik het eigenlijk nou al eigenlijk moeten maken, zeg maar. En ik hoop eigenlijk een paar jaar mooi in het buitenland te voetballen ergens. Waar weet ik niet, maar dat zou wel een droom zijn. Ja. En neefje, je zegt neefje na. Ja, Briels. Oké, ik wist niet dat het familie was. Ja, sorry. Ja, dat is familie, ja. Want wij rijden ook elke dag samen. Dus we hebben het altijd over voetbal en over die dingen. Dus, Oké. Dat is wel leuk. Ja, dan weet je dat bij deze. Oké. Okay. Ja. Heb je nog bij je of heb je een opleiding nog gedaan voor eventueel na je voetbalcarrière? Ja, ik heb een opleiding gedaan. Toen in Weert heb ik zeg maar op gildeopleiding gezeten. Heb ik detail onder gedaan. Daar heb ik 4 diploma's van gehaald. Dus bewijs van zou ik nou een eigen zaakje kunnen opstarten. Dus dat is altijd meegenomen. Maar op dit moment focus ik alleen op voetbal eigenlijk. En een zaakje moet ik denken in van wat? Ja, gewoon een kledingzaak of iets kleins. Daar heb ik wel diploma's voor. Dus je kan altijd nog terug naar school. Okay. Dus. En dat heb je ook. Zou je ook willen? Of, op dit moment niet eigenlijk. Ambities niet hebt voetbal, dan precies. Voetbaldier bent, dan ben je daar ook voor gaan. Ja, ik sta liever op veld dan bij de schoolbank, zeg maar. Dus, dat is al heel lang geleden mee. Toen ik 18 was, ben ik gestopt. Dus, kan me niet voorstellen. Ja, duidelijk al.
Even kijken, wat hebben we gehad inderdaad? De mooiste periode eigenlijk, ja, heb je gezegd, ook naar het Eredivisie niveau. Maar de mooiste tijd bij Fortuna? Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, sowieso. Bij Fortuna, ik speelde sowieso alles. Ja, ik was echt... Ik was echt gewoon heel goed bezig. Ik voelde me topfit. Ja, als je als linksback bijna elke wedstrijd uitblinkt, dat zegt genoeg. En ik denk het wel, qua voetbal wel, ja, dat ik daar wel de beste tijd heb gehad. Ja, zeg je eigenlijk linksback, eigenlijk een inkoppertje. Je staat nu eigenlijk linkshalf. Ja, klopt, ja. Maar is dat twee, ook je... twee spitsen en nu sta ik, sta ik linkshalf. Is dat ook jouw positie wat je graag wil? Of heb je toch liever iets nog een stap naar voren of toch linksback blijven? Ja, ik kan eigenlijk aan de hele linkerkant wel voetballen. Maar ik moet zeggen, dat was weer wel eigenlijk een omschakeling. Omdat ik dan, de laatste paar jaar heb ik eigenlijk alleen maar linksback gevoetbald. En dat was ook eigenlijk mijn kracht. Dus dat opkomen en zo. Ja, nu sta ik al wat dichter bij de goal. Ik ben sowieso aanvallend ingesteld. Maar kijk, weet je wat het is? Ik speel niet waar ik nodig ben. Als trainer zou ik bewezen van je gaat rechts buiten spelen, speel ik daar. Ja, maar de linkerkant is jouw positie? Of ja, sowieso. Links buiten, links half of links achter? Ja, eigenlijk toch wel voorkeur linksback sowieso wel. Hmm. Dat is gewoon mijn voorkeur nummer 1. En dan met de rushes naar voren toe? Ja, precies. Ja, zeker. Ja, ja. En, maar ja, nou links half is ook prima. Ja, oké. Okay. Dan heb je ook natuurlijk vroeger een idool gehad, of misschien nog een idool, waar je tegenop keek. Ja, wie is je idool of was je idool vroeger? Ja, mijn idolen waren altijd of Cruijff of Zidane of zo, allemaal goede voetballers. Maar ja, het zijn niet echt voetballers op mijn positie, maar ik keek ook meer naar Dani Alves of zo van Barça. Dat zijn een beetje mijn types. Hè. Misschien verdedigend wat minder, maar aanvallend gewoon ijzersterk. Dat zie je een beetje in tegendaags voetbal, hè, dat de backs gewoon echt... Kijk maar aan de andere kant Jordi Alba, ja. Dus die zit misschien even groot dan mij en die geven per wedstrijd ook wel 10, 15 voorzet. Ja. Dus ja. Dat zijn ook jouw krachten, zeg maar. Gewoon het opkomen en dan proberen die voorzet of zelf uit te slaan naar de goal en dan... Ja, precies. Ja. Ik heb een goed schot met links. Ja. Dus ja. Een beetje zo'n goal tegen Eindhoven volgens mij. Was dat tegen Eindhoven uit, ja klopt. Ja, het scoorde ik toen alleen. Achteraf resultaat was minder, maar ik was wel blij met het doelpunt. Het was lang geleden weer. Ja. Maar, dat zijn de doelpunten die je wil maken qua actie. Ja, zeker man, zeker. Ik zoek meestal de lange hoek, gewoon keihard lange hoek schieten. Ik kan me nog een paar herinneren. Maar ik had eigenlijk liever tegen MV die kans gemaakt, zeg maar. Maar ja. Goed. Welk stadion vind je het mooist en welk het lelijkst waar je in gespeeld hebt? Waar ik in gespeeld heb? Zelf. Ja. Oké. Sowieso nummer 1 dan denk ik het stadion van Heerenveen. Daar heb ik in gespeeld. Mooi stadion, groot stadion. Lelijkste, ja. Met alle respect denk ik toch Achilles of zo. Nou, dat is geen enkel stadion noemen. Dat is helemaal niks. Of Almere of zo weet ik het, ja. Ja. Dat is niet echt... Het meeste is hier gesproken over Telstar eigenlijk, het stadion. Maar dat is eigenlijk wat verboden eigenlijk. Ja, Telstar, Almere, dat is toch allemaal één pot nat, vind ja, ik. Ik weet niet hoeveel man erin kunnen, 1000 of zo, of 2, 3, weet ik het. Niet veel geval, maar ze voetballen goed redelijk en blijkbaar ook gezond. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee. Ja, maar inderdaad, het zijn niet de stadions waar je echt... Waar je niet op een vrijdagavond graag naartoe zou gaan. Maar ja. Weet je, dat is er toch ook bij, hè? Dus even kijken, nou vrijdag tegen Sparta. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Dat is wel een mooi stadion, ja. Ja. In welk stadion zou je graag eens willen spelen? Ja, dat is toch sowieso de Kuip. De Kuip. En wat heeft dat... Omdat ik fan van Feyenoord ben. Ja. Dus dat sowieso. Ik ben er wel een paar keer geweest wel, maar ik heb er nog nooit gevoetbald zelf. Dat vind ik wel jammer. Toen bij Eros had ik de kans, maar toen heb ik helaas niet mogen spelen. Ja, ik ben één keer in de Kuip geweest, ook met Fortuna. Niet als verslaggever, toen was ook nog jong, die ging ook eens een keer mee in een uitwedstrijd. Ja, die is me ook bijgebleven. Volgens mij was het 3-4, als ik goed er kan herinneren. Dat Fortuna naar toen weg is gegaan en Hamming toen 2 keer gescoord had. En, dat zijn inderdaad stadions. Ja, dat zijn mooie tijden sowieso. Maar ja, de Kuip is wel echt, dat is eigenlijk mijn stadion, ja. Ja sowieso de fans zijn echt betrouwbaar en dat is echt gek is daar. Ja, veel Feyenoord dan. Wat vond je dan na het van de fans in Rome? Ja, wat ik daarvan vind. Ja. Tegenwoordig hoort dat erbij, zeg ze, maar ik vind het wel een beetje overdreven allemaal. Het zijn toch veel jongens volgens mij die normaal niet in de stadions thuis horen of mogen in Nederland en die gaan daar rotzooi trappen. Ja, dat vind ik een beetje overdreven, maar ja, Feyenoord staat daar bekend om een beetje.
Wat vind je een beetje ook over fans eigenlijk gesproken? Fans die vaak dingen scanderen over, over spelers, zeg maar, die bijvoorbeeld naar de vijand gaan of noem maar iets geks. Noem maar een voorbeeld met Schreurs MVV naar Roda. En ja, er gebeuren dan zo'n teksten bijvoorbeeld. Vind je dat we kunnen? Of moet je zeggen dat moet je een speler dat kunnen incasseren? Want ja, het is bijvoorbeeld net zoals jij zou zeggen, bijvoorbeeld volgende week ga je naar mijn buurman voetballen bijvoorbeeld. Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik heb al de overstap kunnen maken naar MVV ooit. Dat heb ik niet gedaan. Roda had ook heel veel interesse vroeger, maar weet je wat dat is? Dat is toch ieder voor zijn eigen. Kijk, ik ben nou wel gewoon eerlijk en luister, als bijvoorbeeld een fan van Fortuna ergens anders meer kan verdienen of zo, of weet ik veel wat. En dan is het maar een concurrent van dat bedrijf en dan gaat hij ook. Ja, maar dat is zo. Ja, is toch? Ja. Het is gewoon simpel. Maar ja, ik weet niet, het is toch wel altijd apart of zo, dat wel. Gevoelig. Ja, tuurlijk, hè, dat is normaal. Hè. Ja. Dan heb ik ook een vraag, die was gesteld eerder door een supporter. Je hebt een voetbalmakelaar. Ja, ik heb een voetbalmakelaar. Ja. Hoe stelt, wat de vraag was eigenlijk, even kijken of ik hem goed ga stellen. Clubliefde is vaak niet meer. Wanneer verandert clubliefde in relationele zin? Dus met een makelaar. Ja, die makelaars hebben dat toch wel invloed op meestal. Maar ja, weet je, dat is meestal toch de speler zelf die de keuze maakt en waar hij naartoe gaat. En clubliefde is niet meer. Ja, ik denk toch wel van wel eigenlijk. Maar ja, tegenwoordig ligt dat onderwerp ook wel gevoelig eigenlijk. Kijk, als je bijvoorbeeld van Fortuna naar MVV gaat, dan ben je gelijk niks meer waard. Terwijl je bijvoorbeeld bij Fortuna misschien in het seizoen 20 doelpunten hebt gemaakt. Ja, het is allemaal niet echt realistisch meer, maar ja, toch hebben ze er wel invloed op, zeker. Ja, ja, clubliefde heeft Vermoor voor en eigenlijk ook altijd gehad, zal hij het ook nog wel hebben, maar heeft dan inderdaad de keuze gemaakt om met jou te ruilen met VVV. Het zal een reden hebben, daar gaan we verder niet over in, maar kijk, dat is iemand die heeft ook altijd wel een Fortuna warm hart gehad, ook zijn vader, Cookie, en dan heb je ook natuurlijk supporters, ja, dan komt het denk ik minder hard aan dat hij naar VVV gaat als denk ik naar Roda of MVV. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo, ja. Ik denk sowieso VVV ligt in het noorden en deze drie clubs die liggen allemaal in het zuiden, dus dat is wat gevoeliger. Want ik vind eerlijk gezegd, als je tegen VVV speelt, dat is een derby, maar dat vind ik niet echt leven. MVV en Roda is een heel ander verhaal. Nou, ik weet, Ramon heeft die keuze gemaakt en die zat eigenlijk in hetzelfde schuitje als mij. Hè. Ik speelde niks bij VVV en Ramon ook bijna niks meer bij Fortuna, ja. Dan moet je wat en dan moet je die keuze maken. Dus voor ons allebei is dat goed geweest. Maar bij verstandige keuze, allebei willen jullie voetballen? Ja, tuurlijk. Voetballen, wel altijd voetballen op de bank zitten, dat is niks. Ja, ja, was het ook eigenlijk ook, daar begon je eigenlijk over, derbies. Welke beleving? VV, MV en Roda. Wat gaat je voorkeur uit en wat is per wedstrijd eigenlijk jouw beleving? Qua derbies, zeg maar. Derbygevoel. Derbygevoel, ja. Nee, goed, het gevoel. Ja, je hebt ook eventjes bij VV gevoetbald, ja. Maar... zeg, als Fortuna man en je moet dan tegen VVV, tegen Roda of MVV, waar gaat je voorkeur uit en wat is het gevoel per club? Nou, mijn voorkeur gaat sowieso dan sowieso uit naar Roda of naar MVV, dat sowieso. Ik zeg wel, VVV ligt een beetje in het noorden, dat vind ik niet echt, het is een derby, maar het leeft niet echt. Zelf vind ik het jammer dat ik de derbys tegen Roda niet heb meegemaakt. Dus ik hoop volgend jaar nog. Maar tegen MVV heb ik wel mooie derbies gehad en ja, die sfeer is gewoon prachtig. Kijk, volgens mij heb ik een keer voor 8 of 9.000 man gevoetbald thuis tegen MVV, toen we allebei play-offs kon halen. Nu was het wat minder, maar ja, er komen sowieso veel meer mannen op tribune. Gewoon veel spandoeken en af en toe een bommetje hier of daar, dan kun je een beetje in de wedstrijd wat geks doen of iets. En dat is gewoon, dat zijn de wedstrijden waar je voor leeft en vooral in Super League. Ja. Dus ik vind het wel prachtig dat die derbies er zijn hier in het zuiden, ja. Ja, nou dan voor derby eigenlijk, aanstaande vrijdag. Het was een derby, maar het stadion dat was, of je tegen Almere speelde, zo druk was het. Het was niet echt dan zegt dat het een volle bak is. Afgelopen vrijdag, tegen MVV bedoel je? Ja. Ja, ik weet niet hoeveel man er zaten. Nou, het was krap 5.000. Maar zo'n wedstrijd moet er zeker een 8 of 9 zijn. Vind ik eigenlijk wel, maar van de andere kant moet je ook realistisch zijn. Wij staan 17e en MVV stond 16e. Kijk, als bijvoorbeeld weten we allebei bij de eerste 10 stonden, dan zaten er wel 10. En nou, omdat je onderin meedraait, blijven de mensen gewoon weg. En dat zat dus bij elke club. Dus dat zal je misschien bij Ajax ook nog wel zien. Als die ergens in iets 10e staan in plaats van altijd eerste, dan komen de mensen ook niet meer in dat seizoen. Maar ik vind het wel jammer. Ja. Ik had graag veel meer man gezien. Ja, de wedstrijd op zich is gewoon jammer dat we
vijf minuten voor rust gewoon de wedstrijd weggeven eigenlijk. Ja. Ja, dat wordt een beetje raar verteld inderdaad, dat de twee kneusjes, zoals iemand zegt van de Limburgs Dagblad, tegen elkaar gevoetbald hebben. Maar qua eerste helft was het echt geen kneuzenvoetbal, was het echt gewoon leuke kneusjes. Pot. Ja, zo zegt men dat. Misschien is die man zelf een kneusje. Oké, okay. Ja. Ja, wie wel. Ja, is toch, ja, ik heb niks met die man te maken, maar als je zoiets zegt, dan volgens mij ben je zelf niet bij de wedstrijd geweest. Nou. Misschien zou hij zelf nooit op het veld hebben gestaan, weet ik het. Wie weet. Ja, dat is toch. Misschien luistert hij wel. En, ik maak me daar niet druk om. Ja, dat kan. Ja, ja. Dat geef ik niks om. Nee, dat mag ook niet uit. Nee, maar ja, kneusjes, ja, dat is een beetje overdreven, vind ik. Hè. Dat is toch Fortuna tegen MBV. En hoe sta je laatste? Dat blijven toch twee gewoon mooie clubs. En als ze tegen elkaar spelen, is toch altijd een apart gevoel. Ja. Ja, dat iemand dat van de krant zegt, ja. Die mensen van de krant kunnen vaak dingen verdraaien, dus. Dan eventjes over de trainers wat je gehad hebt. Welke trainer heb je eigenlijk het meeste van geleerd? Blijf je het langste bij? Ja, dat is een moeilijke. Ik kan niet echt zeggen dat ik een voorkeur heb. Maar het is ook een beetje, zeg maar, als je zeg maar, speelt of niet, dat scheelt altijd. Toch de trainers waarmee ik heb gewerkt, die zeg maar, met Fouke Boy bijvoorbeeld, en met Marie Steyners. Ja, toch een beetje twee dezelfde typetjes, zeg maar, vind ik. Gewoon harde trainers, die zeggen wat ze vinden, dat is ook goed. En hier in het zuiden is toch allemaal een beetje wat rustiger. En hoe meer je boven in Nederland gaat, en vooral die mensen van het westen, die zijn toch wat wilder en zo. Maar ja, onder Boes heb ik ook echt een goede periode gehad, onder Tini Reus. Düsseldorp heeft me laten debuteren. Ja, ik heb er al verschillende gehad. Trost was ook een hele fijne trainer voor mij. Die had me ook gehaald. Dus ja. Is het als Limburgse speler eigenlijk ook moeilijk om een trainer eigenlijk te krijgen vanuit Amsterdam? Laten we zeggen dat. Ja, moeilijk niet. Maar je moet heb het wel gemerkt, maar dat is wel anders, ja zeker. Het is wel anders dat je gewoon een trainer uit zuiden krijgt, zeg maar gewoon uit Limburg. Want ja, dan kan je bijvoorbeeld wat plat mee praten. En als je dat daar doet, dan zeggen ze van ben je een Duitser. Dat is toch anders. Maar ja, ik heb het meegemaakt, ik heb er ook van geleerd en een leuke tijd gehad. Maar ik denk wel zeker dat het wel anders is. Dat de Limburgse spelers die ook die stap ooit hebben gemaakt, dat ze dat wel kunnen behalen, denk ik. Okay. De trainingservaring nu op het moment. Ja, je hebt bij VVV getraind, bij Go Eagles. Hoe is je ervaring nu bij de training? Ik moet zeggen bij Eagles en bij VVV. Trainen wel wat harder, vond ik eerlijk gezegd. Maar ik zeg al, kijk, elke trainer heeft zijn eigen oefenstof en de trainer doet gewoon de dingen die denkt wat het beste is voor ons, snap je? Kijk, en daarnaast kan je altijd nog iets voor jezelf doen. Want bij Fortuna is het wel ideaal dat we gewoon Fitland hebben. Ja, we kunnen elke dag daar fitnessen, ja, dat doen we ook elke dag. Ja, niet elke dag, maar je zou het bewijzen van kunnen, ja, dat is fijn. En op de training kun je altijd aan deze trainers vragen als je iets extra's wilt doen. En dan staan ze altijd voor open, maar dat ligt wel bij elke trainer heel anders. Trainingniveau. Maar een trainingsweek, hoe moet dat eigenlijk ziet het uit? Is dat toch vaker twee keer per dag? Of is het bij de trainer, nu de trainer, zeg maar, is het één keer per dag en dan zelf nog wat? Nee, maandag altijd twee keer. Dus dat is zeg maar eerst krachttraining dan op het veld. Dinsdag is op het veld en dan wat langer. Dat is eigenlijk één keer, wat langer. Woensdag hebben we meestal vrij, donderdag trainen we. Vrijdag wedstrijd, zaterdag uitlopen. En dan meestal zondag vrij. Ja, dit weekend dan niet, omdat het doelprogramma is. Ja, zo zit ik de week eruit. Waar trainen jullie nou? Echt nog bij het Sanderwoud terrein of toch nog vaker in Buchten? Omdat Buchten eigenlijk ook een nieuwe locatie is. Ik ben nog nooit in Buchten geweest. Niet eerlijk geweest. Gezegd. En ik ben er nu al een paar maanden. Dus wij kunnen gewoon lopend naar het veld toe. En ook lopend naar de sportschool tegenover bij Finland. En meestal na de wedstrijd dan doen we wat op het veld in het stadion gewoon. Dus zodoende. Ja, dit is het Sanderbouwt en dus dan de rest begeven jullie gewoon in het stadion zelf. Gewoon zeg maar de krachttraining is altijd gewoon bij Finland tegenover. En zeg maar de training is altijd bij Sanderbouwt eigenlijk. Alleen ik zeg al na de wedstrijd soms op een zaterdag als we vrijdag hebben gespeeld, dan doen we wat dingen in het stadion. Ja. Hoe is de groep nu op dit moment? Ja, je bent dan de winterstop gekomen. Is het een hechte groep of is het toch groepjes in de groep? Of? Ja, groepjes niet echt, maar je zal altijd zien dat de jongens uit het westen toch iets vaker bij elkaar zijn en de jongens van het zuiden ook. Maar we hebben geen team met groepjes, dat sowieso niet. Ik vind wel dat we echt een heel jong team hebben.
Ik had graag gezien eigenlijk dat er nog een paar oudere jongens bij zaten. Want ja, die kunnen dan ook een beetje de kar trekken. Ja, op dit moment weet ik niet echt hoe dat kan doen. Ja, zo denk ik, ah, je kan dat sowieso wel. Maar ja, is dat een als doel? Een keeper, ja, dat is te ver af. Maar ja, ik denk dat we wel een heel jonge groep hebben. Ze willen wel allemaal hard werken en gretig zijn. Maar ja, ik zeg heel eerlijk, het is wel altijd fijn als je bijvoorbeeld een paar oudere jongens erbij hebt. Ja, dat is wat ervaring. Ja, ja, zeker, dat scheelt. Ja, dan hebben we nu de categoriebepaling weer gehad. Dat is in maart geweest. Ja, ook weer net niet de punten gehaald. Ik heb al vernomen dat John van Bommel, die heel veel voor de club doet, ook eigenlijk een rechtszaak wil aanspannen tegen de KNVB. Maar ja, naar mijn zeggen is het eigenlijk dan, zou je in juli weer eigenlijk een meetpunt krijgen. Maar is dat niet te laat weer voor het komende seizoen? Wil je, als jij zegt, ja, wat ervaren jongens erbij halen, of misschien jongens die dan niet meer aan de bak komen ergens. Is dat dan niet weer te laat, denk je, voor het nieuwe seizoen, ook met sponsors? Ja, te laat weet ik eigenlijk niet. Ik zit zelf niet in het bestuur of zo. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar ik had wel liever gezien dat we nou in maart gewoon die punten wel hadden gehad. Omdat we gewoon een categorie 2 konden. Want ja, dat is voor club zo belangrijk. Dat ziet iedereen, dat weet iedereen. En ik hoop ook dat het snel gaat gebeuren, dan maar in juli. Maar het moet in ieder geval wel gebeuren, vind ik. Dat sowieso. Ja. Ik heb nog twee vraagjes voor je. Dan gaan we dit afsluiten. En dan gaan we dadelijk stuivertje wisselen. Dat is prima. De doelpunten, als ik het goed heb en de Wikipedia is up-to-date, heb je 5 doelpunten gemaakt in je carrière. Klopt dat? Dat kan goed kloppen, ja. Ik weet er nog wel een paar uit mijn hoofd, hoor. Dus kijk, Veendam, thuis, Den Bosch uit, Volendam uit, met VVV tegen Jong PSV uit. En nu Eindhoven. En Excelsior thuis, dus dat is 6. Ze hebben ze waarschijnlijk Eindhoven nog niet geüpdate. Ja, dat kan. Zou kunnen, ja. Ja, hoe ziet je toekomst met de doelpunten eruit? Ga je daar meer maken? Ja, ik hoop dat ik er nog echt... ik ga er sowieso dit seizoen nog een paar maken. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Maar weet je wat, als je heel seizoen op die positie kunt richten, dan kan ik ook zeggen hoeveel ik er ga maken. Ik ben nu wat later ingestroomd. Ik heb wat kansjes gehad om wat doelpunten te maken. Maar weet je, voor mij is gewoon belangrijk dat ik... gewoon alles voor Fortuna geven, dat zou ik ook altijd blijven doen. En als ik nou een voorzetje geef op een doelpunt, dan maakt voor mij eigenlijk niet veel uit, eerlijk gezegd. Als maar doelpunt gescoord wordt. Als maar doelpunt is en als ze maar die punten meenemen. Ja. Ja, dan de laatste vraag eigenlijk. De relatie met de trainer van Vossen, hoe is die? Ja, zeg maar mij persoonlijk? Ja. Ja, ik heb wel een goede relatie met de trainer, ja. Dus sowieso, ik heb met hem een gesprek gehad, ook met Kooistra, toen ik hierin kwam. Sowieso is de trainer wel belangrijk voor mij. En ik kreeg gewoon de vertrouwen van hem dat ik gewoon elke week speel. En dat is voor mij als speler ook heel belangrijk. En hij zegt gewoon de dingen die ik beter moet doen. Hij heeft zelf ook natuurlijk op heel hoog niveau gevoetbald. Dus van hem moet je wel, vind ik wel, iets aannemen als hij iets zegt. Heb je ook onderling contact met dat jij advies geeft, omdat je ook wel ervaring hebt? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk geef ik ben wel iemand die gewoon iets durft te zeggen. Ook tegen deze trainer, maar... Natuurlijk, dat neemt hij ook wel van me aan. Ik vraag natuurlijk soms in de rust wat ik beter moet doen. Of hoe hij dat ziet. Of als hij daar tevreden over is. Zij zegt, ja, dat vind ik niet. En dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, dat vind ik van wel. Ja, dat kan je altijd tegen elkaar zeggen, vind ik. Zo open moet het ook zijn in een team. Dus ja, je moet gewoon durven zeggen tegen elkaar wat je vindt. Oké, duidelijk. Ja, ja. Goed, dan mag je dadelijk tegen Jano gaan opnemen de FIFA. Heb je al een team in gedachten waar je mee gaat spelen? Heb je al een favoriet? Ja, misschien dat toch Feyenoord? Ja, ik zou Feyenoord normaal kiezen, maar ik denk toch dat ik toch denk Barcelona pak. Oké, ik ga eens even vragen wat het daar geworden is of staat. Jano, wat is het geworden, de eerste partij? Ik heb 2 keer met 1-0 gewonnen. 2 keer met 1-0 gewonnen. En nou is het? 0-0, oké. Nou, dat is dan een goed vooruitzicht. Ja, dan wil ik dadelijk succes wensen. Ik wil sowieso bedanken inderdaad voor het leuke interview. We sluiten straks ook met Sjoerd af. Je mag de microfoon uitzetten. Ik ga hem ook eventjes de stemband smeren. We gaan even een liedje draaien van Fortuna. En dan zijn dadelijk we terug met Sjoerd Lins het interview. Oké, dan natuurlijk mogen jullie ook weer vragen stellen via de site. We zijn zo terug. Tot zo.
54 was toen al door. Het ganse land dat kende die naam. Het ging het goden gelem en bij tardia. Toen wordt het hier om hen in een te slaan. Het ging op een af, daar weet voor alles vanaf. We hebben de welk gezin door de oog van de nood. Mijn verstand dat verlust, het deks van mijn gevoel. Tof en vriendschap heeft er de me gehoord. Fortuna, doe, doe best mijn club. Ook als ze ons niet lekker lukt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blitz de club voor mij. Fortuna de naam, dat betekent geluk, maar door ontbroken ons geregeld aan. We hoopten zo drop en verdruimden zo dek, de titel komt weer, dan stond weer waar we dan. De drang en de wil en de moed is door, toch is het gras hier de meer even groen. Maar een tijd van waleer, de streven weer nog. Straks werden veel weer bij de toppers genoemd. Fortuna, doe, doe best mijn club. Ook als het ons niet lekker lukt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blitz de club voor mij. Fortuna, doe, doe best mijn club. Ook als het ons niet lekker loopt. Mijn hart dat schreeuwt alleen voor dich. Doe best en blitz de club voor mij. Hier tref ik mijn vriend. Want wie is het te doen? Als 12 de man zullen we achter Fortuna staan. We horen bijeen, dat is toch bekend. We zingen! Ho, 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 ho. Samen dansen op de tribune, de Hof op Dina op Portuin. Hele wereld macho aan zijn stoel. De cameraai vult zijn echoes, het serveren daar op zo.
Ja, luisteraars, welkom bij de tweede deel van de Hoeskamer in Bochels. Nu is het Sjoerd Linzen die is aangeschoven aan de eetkamertafel hier. En dat is Juri, die is nog de instellingen doen om dadelijk tegen Jarno te gaan playstationen. Ja, Sjoerd, je kan hem aanzetten. Hoe was het FIFA spelen tegen Jarno? Ja, dat was niet zo best, moet ik zeggen. Eigenlijk 3 keer verloren met 1-0. Oké, hoe kan dat? Ja, het is dezelfde kans in de afmaak. Hij komt 3 keer aan de goal en schiet hem 3 keer erin. Klinkt bekend, komt bekend voor. Ja. Maar ja, je hebt dan ook een PlayStation en ja, dat is toch anders, denk ik, zoals je zei, of online spelen, of tenminste tegen iemand, of tegen de computer. Ja, klopt. Zelf vind ik persoonlijk, als je tegen een zanger speelt, dan kun je een beetje inschatten wat er gaat doen. Maar de computer is altijd verrassend. Dus, ja. Jullie doen dat niet met spelers onder elkaar, een team nee, maken? Ik niet. Ik heb zelf ook gespeeld niet online of zo, maar af en toe is een keer vind ik wel leuk, een beetje ontspanning. Ja, ik had Walkens hier en wie was het nog meer geweest? Ter Borg. En die hadden vaak in Maastricht zaten die volgens mij samen op appartement. En die deden vaak avonden samen met z'n vieren, met Sico Cuné en volgens mij, hij is ook weg, hoe heet de jong? Christoffer van der Haart was het vaak onder elkaar teampjes. Ja, als je met een paar mensen bij elkaar bent, dan is dat leuk, ja. Dat leuk. Maar nee, ik denk misschien dat ze de club ook doen of misschien zelfs in de bus of weet ik wat. Nee, dat hebben we al niet. Dat is niet in de bus zitten. Nee, oké. Okay. Maar ja, zitten bij Fortuna niet bij Feyenoord. Ja, ik wel. Nou ja. Ja, je bent ook hier aangeschoven. Ja, het was even ontspannen. Je hebt ook even kunnen meeluisteren hoe het... Ja, hoe Juri idee. We hebben een aantal vragen eigenlijk en dan ook die supporters kunnen stellen. Dus laten we gewoon maar de aftrap gaan nemen. Is prima. Wanneer ben je begonnen met voetbal en op welke leeftijd? Ik ben volgens mij op 4-jarige leeftijd begonnen bij Veritas. Clubje bij mij in het dorp. En op 7-jarige leeftijd ben ik gescout door Fortuna en ben ik in het jeugdplan terechtgekomen. Vervolgens heb ik tot 3 jaar in het jeugdplan gespeeld en ben ik bij Fortuna kunnen beginnen in competitieverband te spelen in de D-jeugd. De hele jeugd heb ik er lopen, 8 jaar lang. En daarna heb ik een jaar in tweede gespeeld. En vervolgens vorig jaar bij de selectie aangesloten en dit jaar op contractbasis bij Fortuna terecht. Ja. Ja, dus eigenlijk nog niet veel carrière gehad, maar wel bij Fortuna eigenlijk al veel jaren. Wat heeft jou eigenlijk als de plaats waar je woont is dicht beweerd, wat heeft jou naar Fortuna eigenlijk getrokken voor te komen? Ik kon toen inderdaad bij VVV en Fortuna inderdaad. En Fortuna had toen een heel goede opleiding met 4 sterren. En ik denk voor mij ook dichterbij en zo. Dus was de keuze al gauw op Fortuna gevallen. En geen spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Nee. Het contract, wat heb je op het moment bij Fortuna? Ik heb op het moment een contract voor een jaar. Dit jaar inderdaad. En dan volgend jaar heb je nog een optie. Dus als die gelegd wordt, dan zit ik nog een jaar bij Fortuna. En wat zijn je verwachtingen eigenlijk dan in de toekomst voor jezelf, je carrière? Natuurlijk wil ik bij Fortuna eerst in de basis terechtkomen en vaste waarde weer voor Fortuna. En weer een beetje dat we daarna door kunnen groeien en een stapje hoger kunnen. Ja. Ik had eigenlijk ook een vraag ook van Jasper eigenlijk. Hoe is het eigenlijk voor jou als speler eigenlijk dan in de basis te starten en dan weer op de bank? Of dan eens een keer zelf op de tribune? Ja, inderdaad. Dat is dit jaar heel wisselvallig. En, tuurlijk wil ik altijd voor de basisplaats gaan en als dat niet is, dan hoop ze altijd dat ze op de bank zit. Maar ja, als je een grote selectie hebt en er zijn veel mannen en de trainer maakt een andere keuze, dan zit ik dat zelf ook aan het denken. En natuurlijk is het nooit fijn om op de tribune te zitten. Dus en dit jaar is het inderdaad heel wisselvallig. Dan weer een keer op de tribune, vervolgens op de bank aangesloten, een paar keer ingevallen. Op een gegeven moment zong ik even in de basis. Dan nog weer een paar invalbeurten en ik denk dat het nu wel een beetje constant is dat ik kun bij de selectie zit. Dus vanuit hier wil ik weer kieken voor natuurlijk die basisplaatsen veroveren. Ja, sorry, die vraag was ook van Jasper. De ontwikkeling voor jou, hoe ziet die er nu uit? Vorig jaar heb ik een hele goede ontwikkeling gehad met heel veel ervaren spelers om me heen. En dit jaar is het een beetje anders. Ik heb heel veel jonge jongens om me heen. We zijn allemaal heel jong en we komen net eigenlijk bij het voetballen kieken. Dus we moeten elkaar wat bij elkaar pakken en ons naar een hoger niveau tillen. Vorig jaar hadden ze natuurlijk heel veel ervaren mensen om de geer en toen werden ze wel een beetje op die plaats gezet en gecoacht en zo. En dat missen we dit jaar toch wel een beetje. Ja. Laat ik dan ook meteen de vragen van hem afmaken. Eigenlijk, de relatie met de trainer, hoe is die onderling? Onderling, ja. Ik heb een goede band met de trainer en ik heb niks mis met hem. Dus het loopt allemaal goed. Okay.
De, even kijken, de debuut. Hoe en wanneer was je voetbaldebuut in het betaald voetbal? Volgens mij de exacte datum 23 augustus 2014. Dat zou kunnen. 13, sorry. Ja. Oet bij FC Os. En wat is het toen nog geworden? Misschien ook voor de details? 0-1, ja. Ja, ja, genau. Ik kan me nog goed herinneren, de wedstrijd. Ik denk dat ik, ja, dat zal ik altijd onthouden. In de 70 minuten, ook, dat heb ik ook nog nagelezen, 70 minuten heb je eigenlijk, in de basisplaats had je daar, hè? Klopt, ik ben door, ja, toen op linksback gestart. En ja, dat is niet zo mijn positie, maar uit kan het altijd gebeuren. En ja, toen verloren dan met 1-0-1 door een beetje een fout door Kaya en Roel Jansen. En ja, verloren dan lullig met 1-0. Ja. Ja, in de 70 minuten werd je gewisseld, dat heb ik ook gezien door Slatko eigenlijk, die daar door voor jou inkomt. Je zegt, dit is niet jouw plaats. Wat is jouw ideale plaats? Of wat zou je eventueel wel nog kunnen spelen? Mijn plaats is eigenlijk meer centraal. Ik denk dat als backseen je toch wel wat meer lopend vermogen en snelheid naar voren naar de hubs. En wat dreiging en aanvallendje op zich. Maar nou ja, dat is niet zo mijn kwaliteit. En ik denk dat ik het meer van fysiek en de duels moet hebben. En ja, okay. Toch ook in het centrale best doet voor mij. Ik moet eventjes naar links kijken. Het niveau van het praten moet iets omlaag, want ik denk dat de luisteraars ook meteen alles kunnen meegenieten wat jullie op de bank zeggen. Dat is een heel klein beetje zachter. Ik ben al een paar keer de knoppen gaan draaien, maar dat blijft er over uitkomen. Ja, het debuut was inderdaad voor jou uit bij FC Os. Heb jij ook tips voor jongens eigenlijk van jongere leeftijd om ook jouw beroep, of tenminste ja, profvoetballer te worden? Natuurlijk begint het voetbal begint altijd met plezier. En ik denk dat als je altijd alles voor overhubs en 100% inzet op trainingen, zowel wedstrijden, dan komt ze er vanzelf wel dingen als dan gescout wordt en die kans krijgt om bij een betaald voetbalclub aan de slag te gaan. En dan is alleen doorzetten, vooral plezier erin houden en natuurlijk moet je ook een beetje talent hebben. Ja. Wat is je eigenlijk tot nu toe dit seizoen? Wat is eigenlijk jouw redenatie en wat voor de rest van het seizoen nog? Qua Fortuna natuurlijk en jezelf. Voor Fortuna, ik heb natuurlijk een aantal wedstrijden al gespeeld voor Fortuna. Natuurlijk wil ik zoveel mogelijk minuten maken en hopelijk toch doorgroeien naar een vaste waarde voor Fortuna. En Fortuna zelf, ik denk, Jori zei het ook al, eigenlijk is het over dit seizoen. Ja. Maar heb je zelf al zoiets nog voor jezelf? Nou ja, natuurlijk is het belangrijk dat we voor onszelf al door blijven gaan en proberen nog zoveel mogelijk punten te pakken. Dat we toch een beetje de onderin wegkomen. Maar inderdaad, voor Fortuna als ze 2 jaar op 3 de no-competitie holt. En dan doen we weer zo'n iets minder te doen hebben en worden ze weer onderin eindigt. Ja, dat is natuurlijk voor de club ook niet leuk. Ja, de club heeft er eigenlijk dit voor seizoen eigenlijk voor gekozen eigenlijk om voor de gezondheid te gaan, eigenlijk ook weer in categorie 2 te komen. En dan waren dan resultaten dan iets minder belangrijk, want ze willen structuur bouwen naar het komende seizoen. Supporters zijn er niet blij mee, denk ik. Sommigen die willen natuurlijk resultaat zien, maar sommigen zijn het ook belangrijk dat de club blijft bestaan. Ja, wat is jouw mening daarover? Ja, tuurlijk is het heel belangrijk dat de club blijft bestaan. En inderdaad, als ze supporters, ik denk dat die altijd nog resultaten snakken. En, dat het dit jaar een beetje minder is. Dat is de keuze van de club geweest om toch voor de gezondheid te gaan. En ik denk dat dat ook wel zichtbaar is. Ja. Maar het meetpunt is dan geweest in maart. Ik heb ook Jury gezegd, in juli is dan weer het tweede meetpunt. Of tenminste, dan zou misschien de uitspraak zijn van wat John misschien in de rechtszaak wil aanspannen op de terugwerkende kracht. Maar is het voor jou dan ook niet te laat? Of tenminste, denk je ook dat het niet te klaar is voor de club? Dat ze dan weer pas kunnen beginnen eigenlijk met iets met sponsors en spelers. Ja, ik heb inderdaad begrepen dat ze 2 keer die 65 punten achter elkaar moest holen om in categorie 2 terecht te komen. En dan is het wel belangrijk dat ze, voor volgend jaar gezien, dat het nu belangrijk is dat ze die 65 punten eigenlijk nu gehaald had. Dat ze in juni nog een keer 65 punten kon halen. En dat ze dan voor volgend seizoen in categorie 2 terecht is komen. Dus ik denk dat het nu wel belangrijk is dat met John van Bommel, dat fantastisch dat hij mensen duidt om... om voor die club en we zullen het zien wat het nog goed gaat wezen. Hij vraagt inderdaad iedereen ook steun, de supporters die Fortuna een warm hart aandragen, al is in een euro te steunen eigenlijk op een bepaald rekeningnummer. En dan de rechtszaak tegen de KNVB, want het moet blijkbaar een dure rechtszaak zijn, maar om die toch, vind ik dapper, om die toch te gaan aanvechten.
Hoe zie jij voor jezelf nog de toekomst eruit voor je voetbalcarrière? Wat heb je van plannen, doelen? Ja, ik hoop natuurlijk, wat ik net al zag, bij Fortuna door te komen en te groeien in mijn verdedigende opzicht. Terwijl inzicht, fysiek, alles, complete plaatje eigenlijk. En ja, vanuit daar door te groeien en dan misschien een stap hoger, hopelijk met Fortuna. En anders, ja, als het niet anders is, dan is het zonder Fortuna. Maar ja, natuurlijk wil ze altijd als voetballer zo hoog mogelijk spelen. Dus, maar je hebt ook ambities, dromen waar je zou graag zou willen voetballen? Nou ja, het is altijd moeilijk, ja, mooi om in het buitenland en Engeland te voetballen en zo, maar ik denk dat ze gewoon realistisch moet zien en dat het heel realistisch is dat ze vanuit Fortuna naar de Eredivisie gaat en dan, als ze dan echt goed genoeg is, dat ze dan naar het buitenland kan. Ja. De opleiding, als je carrière zo abrupt beëindigde of ja, het is gewoon een einde, heb je daar op voorbereid? Heb je een carrière bijna op een opleiding aan het volgen? Ik heb op mijn middelbaar heb ik in België op school gezeten. En daar heb ik houttechnieken gestudeerd. Dat heb ik afgerond en daar zou ik in principe met aan de slag kunnen. Maar nee, op het moment doe ik nog niks, maar ik ben wel aan het kijken om nog het erbij te pakken. En als dat niet op school is, dan is het misschien met een thuisstudie of zo. Dus daar ben ik wel voor aan het kijken. Ja. En dan gaat de voorkeur uit naar welke opleiding? Dat weet ik nog niet, ik ben nog niet aan het kijken. Wat ik net zo zag, ik heb houttechnieken gedaan, dus misschien in die in deze sector gaat zoeken en anders. En, dan zien we wel wat we doen. Dus gewoon nu nog richten op je carrière van het voetbal? Ja, precies. Ik heb altijd gedacht dat ik 100% voor voetbal heb gewonnen en daar heb ik ook op dit moment voor gekozen. Dus. Ja. Wat is je mooiste periode of tijd geweest in je carrière tot nu toe? Ik denk dat ik vorig jaar met mijn debuut wel een hele mooie periode heb gehad. Onder Wilboes mijn debuut, 4 wedstrijden achter elkaar gespeeld. En ik denk dat we vorig jaar een heel schoon seizoen hebben gehad. En dan even kijken, dan ben ik te ver aan het gaan eigenlijk. De mooiste periode heb je dus eigenlijk met je debuut gehad. Maar zijn er ook dingen wat je bijbleven binnen eigenlijk je carrière tot aan het eerste elftal? Ik weet dat ik in de D-jeugd een keer kampioen ben geworden. Dus dat zijn wel momenten die ze bijblies. En in de A-jeugd zijn we nog kampioen geworden toen we destijds in de tweede divisie speelden. En dat was belangrijk voor de club dat de A-jeugd weer trekken naar de eerste divisie ging. En daar hebben we toen met de AIF voor gezorgd dat die weer terugkwam in de eerste divisie. Heb je dan ook tegen bekende jongens toen gevoetbald die nou eigenlijk ook zijn doorgebroken toen met de A-jeugd? Ja, wat ik zag, we speelden toen tweede divisie, dus we speelden meer tegen amateurclubs en tegen MVV hebben we dan gespeeld. En dan zie je wel jongens als Sven Braken die van mijn lichting zijn, daar hebben ze dan tegen gespeeld. En ik werd ook met Jong Fortuna nog een keer tegen Jong PSV heb gespeeld met Memphis Depay, Lucadia, Peter van Ooyen. Ze zijn allemaal grote namen waar ze tegen hebben gespeeld. Ja, en dat is wel, het zijn leuke ervaringen. Dat liefde ik bij altijd, ja. Ja. Ja, als Limburgse jongen eigenlijk, jouw vraag ook eigenlijk, wat voor beleving heb je eigenlijk bij de Limburgse derbies? Dus tegen VV, tegen MVV, tegen Roda? Ja, de Limburgse derbies zijn, zijn altijd de schone derbies, denk ik. Ik denk dat tegen MVV en Roda wel de mooiste zijn. VVV is ook een derby, maar ik denk niet dat dat zo leeft met Fortuna. Maar nu afgelopen vrijdag tegen MVV, dat leeft echt. En natuurlijk Roda, dat denk ik dat de meest beladen wedstrijd is. En dat is mooi dat ze dan punten kunnen pakken dat tegen. Heb je die wedstrijd gespeeld tegen Roda uit? Roda uit, nee, bij de laatste minuut ingevallen nog. Dus, wat zeg je, ja, de invalbeurt. Ja. Ja, wat ging er toen eigenlijk door je heen eigenlijk, als je in zo'n stadion speelt en dan die ambieuze stemming eigenlijk daar? Ja, het is mooi om in zo'n stadion te spelen. Het is een groot stadion, mooi stadion en veel mensen aanwezig. En dat is toch gewoon het verduis, denk ik. En Fortuna kwam natuurlijk met heel veel man aan de kant op, dus het was altijd gezellig. En als ze dat aan punten kunnen pakken, dat is een hele mooie sfeer. Maar daarna was ook een leuk sfeertje. De mensen, je ziet het ook vaak op YouTube, het feestje dan eigenlijk terug het veld op. Want ik had vernomen toen van Kevin Kiss of Touran. Jullie zaten blijkbaar in de kleedkamer. Ja, dat klopt. En dan hoorden jullie supporters nog roepen, tenminste schanderen zeg maar. En zijn jullie toen teruggegaan? Of was het gewoon echt een beetje uitlopen? Of was het toch puur nog eventjes aan de supporters te bedanken? Nee, ja, we horen inderdaad naar de supporters geweest. En op een gegeven moment gingen we naar binnen dan naar de kleedlokaal. Ik weet dat dan een remke opensting. En door jullie door de supporters weer doorheen. En, ik weet niet, het kwam op een gegeven moment, zag iemand van kom, we gaan nog een keer terug. Toen zijn we met z'n allen weer naar boete gegaan. Ik weet dat sommige jongens zelfs nog op slipperstekken anders zijn gegaan. En
zich nog iemand aan hebben gedaan om de boete te gaan. En ja, dat was mooi. Supporters worden nog allemaal die woorden zingen. En ja, het is dan mooi als ze dan weer terug in zijn en even nog een feestje vieren. Dat was een leuk feestje. En ik zag zelfs Kaya nog hakken over het veld en wat rare bewegingen maken. Ja, ja. Ja, dat is dat zien de wedstrijd zoals winnen. En dat is mooi, hoor. Ja. Maar ja, jij bent dus jongen uit Weert, uit de omgeving van Weert. Sorry. Maar als je tegen VVV voetbalt, is het dan ook niet apart? Of heb je toch liever... Ja, met als Fortuna tegen MBV en Roda voetballen. Ja, ja, ik weet dan, in Sittard zit ze meer aan de kant van Maastricht en Roda inderdaad. En ja, aan mijn kant is het toch, VVV is ook wel, ja, dichtbij zou ik niet zeggen, maar er is ook wel meer mijn kant op. En ja, voor mijzelf vind ik dat dan wel eigen een derby. Maar inderdaad, als van Sittard komt, zijn ze naast wat bier. En ja, dan kan ik begrijpen dat het niet zo, niet zo leeft, zou ik niet zeggen, maar dat het minder leeft dan MBV en Roda. Ja. Dus, ja, dat was het minder natuurlijk thuis tegen MBV, eigenlijk qua supportersaantallen. Ja, Jury heeft ook eerder gezegd, het is natuurlijk afhankelijk ook van ja, de kwaliteit wat op het veld is en natuurlijk de rangstanden van allebei de clubs. Kijk, je verwacht natuurlijk dat er een man of 8 of 9000 zitten, maar ja, dan zitten er 5000 in het stadion en ja, dat is niet echt een derby gevoel, denk ik. Nee, ja, tuurlijk. Ik weet, vorig jaar speelde de wedstrijd tegen MVV om de 8e, 9e plaats, geloof ik, om de nacompetitie. Ja, toen leefde het echt heel erg en toen zat dat volgens mij ook rondje 8000 man, als ik het goed heb. Ja, en hoe dit jaar speelt ze de wedstrijd voor de 17e, 18e plaats. En ja, dan zie je inderdaad dat het toeschouwersaantal toch omneer is gegaan. Waarschijnlijk ook de prestaties natuurlijk en mensen komen er niet meer aan, inderdaad. Maar is het dan ook puur de prestaties of is het ook toch wel eigenlijk de burgemeesters, mensen, er waren ook spandoeken. Dat de burgemeesters toch ook een beetje eigen regels maken en bang zijn voor? Ja, ik denk dat speelt natuurlijk ook allemaal met, maar ik denk dat het natuurlijk wel om de resultaten gaat. Ik denk als ze de wedstrijd inderdaad dan om 8e, 9e plaats, zeker na competitie, dan leeft het allemaal meer bij de supporters ook. Dus, Oké. Ja, dan heb je natuurlijk ook vroeger denk ik wel eens een idool gehad, of misschien heb je nog een idool. Wie is dat geweest, of wie is dat? Ja, ik ben zelf fan van Liverpool en als ik dan de Steven Gerrard al zien op middenveld, altijd bij de club geweest en aanvoerder geweest en zo. Ja, daar kijk ik wel een beetje tegenop, moet ik zeggen, en dat vond ik wat iets chique. Maar op het moment is er dat nog steeds eigenlijk. Ja. En heb ik over gehad eigenlijk over wedstrijd samenvattingen die Gerrit Putters eigenlijk maakt. Als jongen en ook eigenlijk pas in betaald voetbal, gebruik je wel eens of doe je ook wel eens dingen analyseren als je wedstrijden gespeeld hebt voor zelf beter te worden? Of hoe gaat dat? Vorig jaar hadden we altijd een analyse met Wil Boessen en zo is altijd momenten opbouwen, wat goed ging, wat fout ging, wat beter moest, wie de tegenstander speelde en zo. Dat hebben we dit jaar dan op het moment niet, maar we kunnen altijd wel aan Gerrit Putters vragen voor de beelden en dan zullen ze zelf toe eens kunnen doen en kijken wat ze goed, wat ze fout is. Dus, ja, dat is wel een pluspunt, moet ik zeggen. Ja. Tegenstander. Wat is voor jou de lastigste tegenstander, speler geweest? Eens even denken. Misschien de club waar je het moeilijkste tegen gehad hebt. Ja, ik denk vorig jaar tegen Excelsior met de Lars Veldwijk. Ja. Een hele goede speler, sterk speler, grote speler. Voorzien linkde vond ik hem ook super snel eigenlijk. En ik denk dat wel lastig is. Nou ja, ik heb daar wat die lastig tegen kleine bendige spelers, die ook heel snel zijn. Maar ik denk als ik een statische spits tegen heb, altijd fysiek de duels aangevuld, ja, dan kan ik me wel een vastklampen en het duel aangaan, zoals vorig jaar met Ruud Boijmans. Dat was fantastisch om tegen te spelen en dat ging echt fantastisch. Ja. Je hebt nooit met Ruud samengespeeld? Nee, nooit met Ruud samengespeeld. Nee. Nee, wel als jeugdspeler toen Ruud bij Fortuna was. Ja, ik kan me niet herinneren dat ik ooit met hem samen heb getraind, want hij is natuurlijk van een paar jaar ouder als mij, maar nee. Nou, dat je jeugdcontact gehad met spelers toen, die een eerste waren of tweede? Of nee, precies. En hij was net een paar jaar ouder, dus heb ik nooit contact met gehad eigenlijk. Okay. Dan, welk stadion vind je het mooist en het lelijkst waarin je gespeeld hebt? Ik denk dat van Nederland de Kuip wel het mooiste stadion is. En, ja, voor Super League niveau vind ik Sparta, waar we nu van je weg naartoe gaan. Vind ik ook een mooi stadion. En ik denk dat de mindere stadions wel, dat is richting Telstar, Almere, Eindhoven geweest. Ja. Die dan ene kantje open hebben en zoeken het allemaal en waar ook niet veel mensen zitten. Dus, Dan het stadion waar je graag zou willen spelen, dat zal dan
wat je gezegd hebt, naar denk ik zijn. Ja, natuurlijk is Anfield een prachtig stadion en altijd goed verkocht, mooie sfeer. Dus ik zou daar wel eens keer willen spelen. Ook geweest al zelf? Nee, zelf niet geweest, maar dat zijn wel plannen voor de eer te gaan. Ja. Oké, okay, met een aantal spelers of gewoon... Nee, voor mezelf. Voor mezelf, ja. Okay. Heb je zelf ook nog zo je contact met spelers na het voetballen? Ja, met een aantal jongens, ja, van mijn lichting dan, Wilaar Schulpen, ja, Bob van Kan, dan daar heb ik zo wel ook eens contact met. Maar, Nooit samen iets gaan doen? Of, nee, dat valt wel met je. Dat is ook denk ik de afstand, denk ik. Voor... Ja, inderdaad, Lars woont toch... Lars woont inderdaad hier ook 5 minuten vandaan. Ja, die is toen nog net niet op de fiets gekomen eigenlijk, omdat hij een steile berg omhoog was. Ja, ja, maar inderdaad, Lars was toen samen met Ramon en ook een hele leuke uitzending. En hij zei zelf ook, de mensen, is iemand van hier uit de buurt. En ook elke keer ook toch wel vragen krijgt waarom die nooit voor Roda heeft gekozen. Net zoals jij denk ik ook de vraag krijgt als je nooit voor VVV hebt. Ja, dat klopt. Ja. Maar de jeugdopleiding is vroeger was altijd hoog aangeschreven. Hoe is dat nu nog? Ja, op het moment, zoveel van de jeugdcrisis ook weer niet met, moet ik zeggen. Maar vroeger was het inderdaad wel dat voorzien naar de VSR haaien voor de jeugdopleiding. En dat was gewoon een fantastische jeugdopleiding. En ik denk dat ze door nu ook weer mee bezig zijn om. Ik denk dat het een tietje minder is geweest en dat ze nu weer bezig zijn om dat weer allemaal op structuur en in orde te krijgen. Ja, dan heb je ook natuurlijk vroeger bij het CIOS getraind. Wat is nu gewoon het verschil nu bij Fitland, trainen bij Sanneboud? Ik denk dat een hele andere wereld is van CIOS naar het stadion trainen. Ja, dat klopt. Ik weet dat als we bij CIOS trainen, dat we in de voorbereiding wel vaker op de CIOS velden zelf nog trainen. Hmm. Dat Honkbalveld erachter. En dan ging ze weer naar de gewone velden hier. Ja, natuurlijk. De jeugd traint de ogen op en de velden weer slechter. Dus. En op Snoe eigenlijk bij Sanderboot heb ze eigenlijk een perfecte kunstgrasmat liggen. En dat is natuurlijk altijd ideaal om op te trainen. Kind ze ook met slechter weer kind ze op trainen. En ik vind zelf, als ze naar het stadion gijs, de Fitland tegenover liggen voor de fitnessen moet ik zeggen. Was altijd voor de training kind doen. En dan lopen ze naar Sanderboot heer. Dat is 2 minuutjes lopen. Dus dat is ideaal. Dus het is wel een vooruitgang. Ja, ik denk het wel. En dan hebben ze ook vaak net, Juri heeft ook niet gehoord, een Buchten. Daar zou ook eigenlijk gaan trainen, maar dat is blijkbaar nog niet klaar, de faciliteiten daar. Ja, ik heb begrepen dat de jeugd zit dan nu op het moment in Buchten. Maar de velden zijn er ook niet optimaal. En daar waren ze inderdaad nog aan het bouwen aan de kleilokalen voor Fortuna Sittard. En ik geloof dat de jeugd nu op het moment ook bij VV Sittard en zo het allemaal aan het trainen is. Dus, ik denk dat dan nog even zien 10 uur geeft en dan dat die hele jeugd doorwerkt. Okay. Ja, de training zelf, hoe vind jij die zelf gaande? Is de ervaring goed erin? Hoe Peter nu traint, of de trainer nu traint? Of is het toch anders dan vorig jaar, hoe de trainingen worden gedaan? Ik denk dat de trainingen op zich wel anders zijn. Iedere trainer heeft zijn eigen methode om de stof naar de spelers over te brengen. En vorig jaar worden ze wat fysieker en zo. Ik denk dat het dit jaar iets minder is, maar dat is de keuze van de trainer. En maar de stof is gewoon uiteraard geen goed, dus daar is geen probleem met. En dan de contact met de trainers is ook goed, maar hoe is de band dan onderling met alle spelers? Ik denk dat het wel een leuke groep is. Ik merk wel dat het een hele jonge groep is en dat er nog wat leiderschap mis. Maar op zich, de jongens zijn allemaal kunnen goed met overweg. Dus, maar is het dan met een jonge groep niet moeilijk om teleurstellingen nu op te pakken, zeg maar, we hebben verloren van MV, om dan weer tegen Sparta uit te moeten? Hoe wordt dat gedaan met jongere jongens? Ja, natuurlijk, jonge jongens zijn altijd gretig en ik denk dat we er wel weer verlangen naar de volgende wedstrijd om door weer een goed resultaat neer te zetten. Maar inderdaad, hebben we nu 6 wedstrijden prima verloren en nu moeten we toch met z'n allen de omslag krijgen om weer een keer te gaan winnen. Ja. En het gaat vrijdag gebeuren tegen Sparta. Dat hoop ik toch. Ja, je hebt het leiderschap, trainers. Wat is volgens jou de beste trainer wat je gehad hebt? Ja, ik heb niet zoveel trainers gehad. Wil Boessen was natuurlijk vorig jaar een fantastische trainer. En daar haal je ook meer de spelers nog eens in de groep zitten, moet ik zeggen. En nu was het net straks weer opnieuw opgebouwd. En door de snelle jonge groep. En deed de trainer ook de 10 jaar dicht, denk ik.
Ja, en op doelpunt train je niet? Ja, we hebben nog niet zoveel goede gemaakt, dat klopt. Maar nee, dat trainen we natuurlijk wel op. Maar, nee, ik bedoel jezelf eigenlijk. Oh. Want hoeveel doelpunten heb je gemaakt? Ik heb nu vorig jaar één goal gemaakt. Dan is dat ook niet... Ik had gezien dat je eigenlijk nog geen gescoord hebt, maar... Nee, dit jaar nog niet. Dit jaar nog niet. Jaar in de play-offs heb ik tegen de Graafschap de allerlaatste wedstrijd nog een keer gescoord. Maar, Klopt. Ja, klopt. Maar ik bedoel, dat is echt grapje eigenlijk. Maar als verdediger is het natuurlijk moeilijk om te scoren, maar is het jouw taak om altijd achterin te blijven zitten of toch altijd meegaan met hoekschoppen? Hoekschoppen kan ik altijd met naar voren eigenlijk. En ik denk dat ik binnen een van de grootste van het team ben en wel goed kan koppen. Dus dat is een goede van vrije trappen. Ja, de vrije trappen, dan heb je ook weer. Wat is jouw rol eigenlijk in het elftal? Als je basisspeler bent, welke rol krijg je mee? Mijn rol is natuurlijk om de achterhoede goed neer te zetten. Natuurlijk altijd de nul wil houden. Ja. Veel coachen, het team neerzetten, iedereen bij elkaar houden, compact blijven en van de hoed een goede opbouw verzorgen. Ja. Maar je hebt niet ook een steunende rol aan andere spelers. Ja, je bent een van de jongeren denk ik, maar je hebt ook de jongere spelers, maar heb je er niet een speler bijvoorbeeld die je doet begeleiden of? Ik denk in mijn leeftijd dat wel moeilijker is. Mm. En natuurlijk heb ze altijd moest altijd steun geven in een wedstrijd aan andere jongens en andere jongens coachen en op een plaats zetten. En dat verwacht ze ook dat andere jongens van die dat bij doen. Dus, Wat vind je van de ruil van Jury met Ramon? Ja, met Ramon was inderdaad voor de winterstop iets minder was geblesseerd, kwam nu naar spullen toe. En word je hier weg bij de Fortuna. En word je hier zien ontwikkeling voortzetten. En toen kwam bij VVV uit. En er was sprake van dat Jury terug naar Fortuna zou komen. En dat is uiteindelijk mijn ruil. Wat is jouw beleving erin? Je hoort ook vaak natuurlijk spelers die worden benaderd of verkeerd weggezet. Je zou bijvoorbeeld nu naar bij Roda tekenen en dan krijg je natuurlijk van supporters reacties of weet ik wat. Ja, hoe vind jij dat? Ja, natuurlijk. Ik ben dan een man van Fortuna, moet ik zeggen, want ik heb dan mijn jeugdopleiding gehad en zo. En natuurlijk is het dan raar als ze een stap naar Roda bijvoorbeeld zoiets maken. Maar voor als voetballer zijn, ik kijk ze altijd voor zichzelf. En wat voor zichzelf een goede stap is. En als dat dan naar Roda is, dan zou dat naar Roda zijn. Maar, Jij hebt ook een makelaar. Ik heb ook een makelaar, ja. Nou, oké. Dus zijn het veel spelers die dezelfde makelaar hebben binnen de club? Of? De makelaar dat ik heb, die het neemt is binnen de club. Maar dat is een bijzondere of een. En voor de rest weet ik eigenlijk niet of mensen dezelfde zaakwaarnemer hebben. Dus. Maar daar heb je wel veel contact mee? Of, Ja, we hebben regelmatig wel een keer contact, wie het geit en of dat ik er kan kijken en zo. Dus. Wat zijn er interesses? Nou ik heb er niks vernomen, dus ik wil dat op mij afkomen. Oké, ze komen natuurlijk voor basisspelers, maar als je een aantal redelijk keer in de basis bent gestart of speelt, dan komen de clubs ook maar verder niks vernomen. Dus, Nee, op het moment nog niks vernomen. Oh, oké, dus het is rustig. Ja, die contract heb je nog bij Fortuna. Wacht, dan ben ik eventjes twijfelen, was het nou tot dit seizoen of nog? Dit seizoen en dan een optie voor volgende optie, seizoen. Ja. Optie tot dingen. Ja, jouw verwachting zijn dat zou dan iedereen zoals zegt binnen de club zou het jaar dan voor Fortuna moeten worden volgend jaar. Nu natuurlijk opbouwend. Hoe heb je daarmee omgegaan eigenlijk dat dit jaar eigenlijk het jaar was voor het bouwen van de club, voor de rust, naar volgend seizoen toe? Ja, inderdaad. Ja, wat ik net zag, van vorig jaar kwamen ze dan van de no-competitie af en nu hebben ze dan gekozen voor opnieuw te bouwen. En voor mezelf moet ik zeggen dat ik vorig jaar natuurlijk mijn debuut heb gemaakt en meer van dit seizoen heb verwacht als basisspeler. En voor volgend jaar, als ik nog bij de club ben, dan natuurlijk door te zetten. Ja, wat heeft een club als Fortuna nu op dit moment nodig, denk je, qua spelers? Ik denk dat ze natuurlijk altijd wel ervaren spelers nodig hebben die het team kunnen leiden. En wat ik dan zeg, leiden, hebben ze een leider nodig die het allemaal oppakt. En op het moment denk ik dat wij dat niet hebben. Ja, iedereen had eigenlijk de verwachting van Donny de Groot, dat die het eigenlijk zou gaan maken en ook de kar zou trekken. Maar wat mist hij of wat is er dat hij dat niet kan? Ja, Donny de Groot is op het moment dat ze weer fitter aan het weer is natuurlijk niet helemaal fit geweest in het begin. En ik denk dat ze dat als ene man, als spits zijn je niet
niet alleen kunt doen. En Donnie is een fantastische kerel en hij heeft heel veel ervaring, dus ik kan jongens persoonlijk zelf ook beter maken. En ja, als het voetballen niet goed gaat, dan is het voor zo'n spits natuurlijk ook moeilijk om te scoren als dan een keer aan een goal komt. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ja, heeft, ja, oké, ja, dan Donnie dan, die speelt dan niet vaak, maar heeft hij dan wel een coachende rol of een, ja, de mensen voor jongere spelers ook op een training dan voor invloed of toch op een wedstrijd in de rust? Ja, of, als hij niet speelt. Donnie is altijd bezig met de wedstrijden dan, met jongens te helpen. Natuurlijk Sekou, die op zijn positie speelt, natuurlijk te helpen, wat een hele jonge speler is. En ja, Donnie kan met zijn ervaring altijd wel dingen hoe er andere met kan helpen. Dus ja, dat is wel heel fijn, moet ik zeggen. En dan is Ramon eigenlijk dan gewisseld met Jury. Maar ja, ik meen dat Ramon het ook wel iemand was, een gangmaker in het team. Ja, tuurlijk. En, ja. Ramon was ook altijd bezig met jongens beter te maken en het team zo goed mogelijk te laten voetballen. Dus, ja. Ja, dan hebben we nu Mohamed Mert. Ja, ik heb hem voor hem de eerste keer eigenlijk gezien afgelopen vrijdag, omdat ik twee keer ook afwezig ben. Is hij een beetje vergelijkbaar als Ramon of een heel andere persoon? Nee, ik denk dat een heel andere persoon is. Mert is echt aanvallend ingesteld, heel technisch moet ik zeggen. En Ramon was meer een beetje de loper op middenveld, de ook met een aanval ging natuurlijk, maar ook goed omschakelde met verdedigend. Dus nee, dat zijn dingen twee totaal verschillende mensen. Okay, ja. Ja, dan heb ik eigenlijk nog één vraagje om ook dit te gaan afsluiten. Ik heb hem Jury vergeten te vragen, maar ik zal hem dadelijk vragen. Ja, ik moet sowieso even zeggen, dat ben ik helemaal vergeten, je te bedanken eigenlijk voor de flexibiliteit dat je vandaag hebt kunnen komen. Want ja, het was eigenlijk de afspraak was met Jury en met Elroy. Ja, Elroy die had vandaag ook een afspraak in het ziekenhuis in Utrecht, omdat hij geblesseerd is. Misschien kan je daar iets kort over zeggen. Hij heeft een liesbestuur, maar... Ja, hij heeft voor de winterstop tegen VVV, geloof ik, er een blessure opgelopen. En na de winterstop is er weer begos. En op een gegeven moment op een training was het weer in zijn lies geschoten. En ja, dat bleek toch wat ernstiger te zien. En, ja. Hij moest naar het ziekenhuis verliesklachten, tenminste onderzoek. Ja. En hij zou dan, ja, hij heeft dan met jou geruild. Dus, ja, dat was geen probleem. Dus. Goed, flexibel. Ja, flexibel. Heb je een relatie en zo niet? Wat is jouw droomvrouw? Nee, ik heb op het moment een relatie. En, oh, dus dat kon, was makkelijk geregeld, toch? Ja, precies. Ja. Maar ja, woon je samen, woon je nog thuis? Ik woon nog gewend thuis en... Dan zit ik nog voorlopig even goed. Okay. Dus, en hoe ziet je droomvrouw eruit? Nou ja, mijn droomvrouw, ik denk dat ik die wel gewonnen heb. Ja, ja, beschrijf ze een beetje. Blondje hoor. Niet de grootste. Dus, okay. En ze moet natuurlijk lief aardig. Het is maar goed voor je is en ja, echte voetbalvrouw. Tenminste, ja. Echte voetbalvrouw, ik bedoel, je steunt met je carrière. Ja, dat klopt zeker. Okay. En wel ambities, of tenminste wel toekomst voor het samenwonen, of toch geen plannen? Niks, Nee, ja, er zijn nog geen plannen, dus... Oké. Okay. Eerst richten op de carrière en dan verder bouwen. Ja, precies. Goed. Dan komt je rest wel. Goed. Ik wil jullie nog wat succes wensen aan het de rest van het seizoen. We gaan nu even afsluiten en doen we daar de afsluiting met z'n drieën, met Jury en dan ook naar de wedstrijd toe van aanstaande vrijdag. Ik wil in ieder geval bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het fantastisch. Okay. Heel leuk. We zijn dan eigenlijk terug, luisteraars. We gaan dan de afsluiting doen van de Noeskamer en Bokkers. En dan ja, natuurlijk na aanstaande vrijdag toe tegen Sparta uit. We zijn zo bij jullie terug. Hier zie je het zuurste zittisch temperament. Hier wonkelen de starren geel en kruid. Het stadion is goed gevuld, supporters zitten klaar. De spanning is te schnieuwen wie gewoon. De spelers komen eindelijk op het veld. Weer hopen de uitslag al verspeld. Fortuna zit te zitten. Elf sterren spannen op de mat. Fortuna zit te zitten. Ja, dat zijn we.
strijd is begoos, ja de stemming zit erin, maar de tegenstander kreeg al snel een kans. En een gunner werd genomen, het publiek is enthousiast, want de keeper heeft de bal weer in scram pas. Supporters springen op en zijn gans dol, ja die jongeren staan nog immer op de nul. Speler loopt zich waar. Nog geen keer de vlag omhoog, het fluit zijn ja, klinkt schel, want de tegenstander steekt bij het goede spel. Nu fluit de raadman toch toch niet zo stom. Die 90 minuten zijn al lang. Suggeren kühle Gas. Ja, dat verwinden, drinken weer een glas. Dat was koorig om de eindjes omhoog. Wie de kur, wie liever, en daarom steunen weer op. Hey, we willen de Golden Zee. Oh, 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 oh.
Ja, luisteraars, welkom terug bij de afsluiting van de Loeskamer in Bocchus. Kijk, Juri is ook net klaar met FIFA spelen. Ja, Juri, wat is het geworden? Ja, twee keer helaas met penalties verloren. En, dus ik heb het wel beter gedaan als Sjoerd. Wat beter, maar was het verwachting? Had je het verwacht? Ik had het niet verwacht, ik dacht dat het erger zou zijn. Oké. Dus ja, één keer 1-1, één keer 0-0 en mijn penalty is verloren, dus ja. Helaas. Oké, ja, dan gaan we naar aanstaande vrijdag toe, ja, uit naar Sparta. Hoe ziet voor jou de rest van de week er nog uit en wat is jouw verwachting? Hoe ziet de rest van de week er nog uit? Ja, morgen hebben we vrij dan. Donderdag trainen we, ja, vrijdag gaan we naar Sparta. Mijn verwachting, ja, het zal wel een moeilijke wedstrijd worden, denk ik. Ja, Sparta wil nog vol voor play-offs gaan, maar ik hoop dat wij de punten van hen af kunnen snoepen. Dus ja, ik ga sowieso met vertrouwen erheen, dan moet je elke wedstrijd. En, dus de wedstrijd begint op 0-0 en we zullen zien wat daar gaat gebeuren. Heb je zelf nog, hoe ziet jouw dag eruit naar een wedstrijd toe? Heb je nog, ja... Ja, hoe ziet zo'n dag eruit? Meestal eten we dan op de club en dan gaan we de bus in en dan doe ik meestal een koptelefoontje met muziek en dan bereik ik me voor, zeg maar. Dus niet al te druk, hè, gewoon rustig aan en lekker ontspannen en dan s'avonds wel tegenaan. Ja, en dan de vraag had ik aan Sjoerd al gesteld. Heb je een relatie? Zo ja, zo nee. En hoe ziet eventueel jouw droomvrouw eruit? Oh, dat is een goede vraag. Ik had een relatie. Je had een relatie? Ja, oh. Ja, 5 jaar. Is nou einde dan. Ja. Een paar maandjes, maar ik weet niet als het nog goed komt. We zullen zien hoe het vat. Ja, mijn droomvrouw zijn ze veel mooie vrouwen, maar ja. Een beetje welk type? Welk type? Sylvanees, een mooie vrouw. Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Ja, ja, oké. Okay, zo gaat dat dan. Ja. Ja, dan Sjoerd, en jou ook de vraag, ja, even een beetje gezegd al hoe de rest van de week uitziet, maar ja, zeg het maar hoe het voor jou uitziet. Misschien heb je nog andere plannen, activiteiten. Nee, ja, morgen ook vrij. Ik denk fitnessen voor mezelf en donderdag trainen en ja, vrijdag inderdaad ontspannen naar de wedstrijd toe leven. Met elkaar eten op een club en dan richting Rotterdam. Heb je dan nog rituelen op een bepaalde dag, daar kwam je op het woord, maar... Bepaalde rituelen op een dag na een wedstrijd of op een wedstrijddag die je doet dan? Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen rituelen. Gewoon lekker ontspannen in de bus zitten en op de telefoon, op iPad, wat spelletjes spelen en ja, voor de rest eigenlijk niet. Nee. Wat is de uitslag? Wat gaat het worden vrijdag? Ik ja, hoop natuurlijk op mijn winst. 2-1 zou mooi zijn dus. Is dit trouwens een nieuwe periode? Nee. Ja, die is begonnen. Ja. Die is, was je tegen MVL begonnen of is die nu? Volgens mij was hij tegen MVV begonnen. Oké, okay, ja, tegen MVV begonnen. Maar, dus jouw de prognose voor de wedstrijd is? Sparta, Fortuna, uitslag? Ik hoop Fortuna 1-2. En jij gaat scoren? Als ik ga spelen, dan hoop ik wel te scoren, ja. Oké, okay. Ja, dan had jij de uitslag al gezegd, Juri. Wat is voor jou de uitslag? Ik zeg 0-1, doelpunt gooien. Dat is zeer positief. Dat is zeker positief, ja. Ja, oké, okay, laat het hopen dan. Ja, ik hoop het. Aanstaande vrijdag ja, dan is Radio Fortuna ook weer erbij. Ikzelf niet. Ger Eipen is wel erbij. Is nu een keer met een broer van een fotograaf van Janko. Dat is het Jordi volgens mij. Die een keer verslag gaat doen. Zelf ben ik niet erbij. Maar ja, dat is wel, het kan spoken wel op Spangen. Want dat is een apart stadion, een apart publiek. Ja, dat klopt. Ja. Dat is apart. Ik vind het wel een mooi stadion nog. Moet ik zeggen, ook een mooie club. Maar ja, het kan er inderdaad spoken. Ja. Hoe vond je het vandaag en ga je het ook overbrengen naar andere spelers die ja, ja, komen? Ik ga het zeker overbrengen, natuurlijk. Ja, als ze het mij vragen, dan zeg ik tegen ze dat ze zeker langs moeten gaan hier. En, ja, ik vond het heel gezellig en bedankt voor de gastvrijheid. Ja, graag gedaan. Ja, de volgende is eigenlijk 24 maart al gepland. Dat is over 3 weken. En eerst zou Sjoerd komen, maar ja, gewoon bedankt dat je vandaag bent gekomen in plaats van Elroy. Dus 24 maart is Elroy Papot hier samen met ja, jouw neef, dan, wat ik vandaag dan hoor, met Jordi Briels. Dus ja, die zal je zeker wat gaan informeren. Ja, die sowieso, ja. Dus het kan zijn dat ik hem dadelijk nog zie, anders morgen, maar die zal ik zeker informeren erover. En welk advies ga je hem geven? Welk advies? ik hoop dat hij van jou nog gaat winnen eigenlijk. Oké, okay. Hij doet ook dat veel. Natuurlijk, want ik weet niet als er al iemand heeft gewonnen, maar het moet toch iemand de eerste zijn. Dan zijn er genoeg die gewonnen hebben. Oké, okay, ja, dus, ja. Maar hij mag het beter doen dan mij. Ja, ja, oké. Okay. En Sjoerd. Dus. Okay. Goed, ja, dan wil ik jou namens mij dan ook bedanken en ook succes wensen aan de aanstaande vrijdag tegen Sparta uit. Ja, en jij gaat scoren 0-1, gaan we daar ja, mee naar huis nemen. Dan Sjoerd, voor jou ook, hoe vond jij het vandaag?
Ik vond het leuk, gezellig sfeertje hier en leuke vragen natuurlijk. Gelukkig, gelukkig. Ja, jij zegt ook dat Fortuna gaat winnen met 1-2, maar zelf, ga je die basisplaats halen vrijdag? Dat durf ik nu nog niet te zeggen. Durf je niet te zeggen? Ik denk dat hij dezelfde 11 aanhoudt dus. Oké, maar je gaat wel, ze gaat wel in ieder geval, het zit wel bij de 16. Ja, dat hoop ik. Oké. Ja, dan wil ik je ook namens mij dan ook nog eens bedanken dat je vandaag dan hebt kunnen ruilen. En dan ook dat je aanwezig was. Wil ik jullie natuurlijk ook vragen dadelijk om Jarno eventjes de Wall of Fame, de slaapkamer bij hem, even te signeren en even een foto te maken. Ja, je hebt al wat ingevuld op het schrift. Dadelijk moet Jury nog eventjes invullen en de ballen getekend. Dan wil ik de luisteraars, je kan hem uitzetten. De luisteraars wil ik dan natuurlijk zeggen en bedanken voor het luisteren vandaag en ook de vragen te stellen. Aanstaande vrijdag is Ger met Jordi aanwezig om 7:30. Dan is de uitzending met de voorbeschouwing. 8:00 natuurlijk de live wedstrijd. En dan natuurlijk ook naderhand een interview die natuurlijk weer op de site gaat plaats worden. Natuurlijk is het ook eens een keer leuk als er eens een keer een reactie wordt gezet of hoe jullie het vonden bij het live verslag. Dat is natuurlijk nog niet zo vaak. Wel bij de interviews en dat wordt natuurlijk positief benaderd. Natuurlijk 7:30 zijn we aanwezig tot 9:45 natuurlijk. En dan noteren we vast in de agenda 24 maart. Dan is hier Jordi Briels met Elroy Popot in de Hoeskamer in Bochels. En dan kunnen natuurlijk ook de vragen weer gesteld worden via radiofortunasc.nl. Luisteraars bedankt, supporters en spelers ook bedanken namens iedereen. En tot de volgende keer, tot vrijdag en anders tot dinsdag 24 maart. Finales in Rotterdam en Europa Cup in Engeland en Polen. Nordegradatie, promotie in Velsen. De schoonste acties en de chicste goalie. We knikken de knieën, komen al zitten. Dus voor de dove koos de beste hunter. De club leed aan schande, met de naas op het veld. We pakten tegen de gozer, dekste punten. Door het komen de mertruk. De fans blijven komen en de club gewoon steunen. Vrouw Fortuna waren soms geluk. De smagere jaren kunnen we achter ons laten. Het zal alleen nog maar beter kunnen gaan. Over wij en waar wil ze echt nooit meer praten. Geld geen haar spreken. Voor de kant spreken. Ze die wil die schans. Voor wat veel kent.